harte welkom bij deze bijeenkomst van Follow the Money in Pakhuis De Zwijger. Ik ben Frederik de Jong en we gaan het vanavond hebben over de grootste belastingfraude in de Europese geschiedenis. En dat was een fraude die ontstond door trucken van bankiers. En die trucken verspreidden zich over de wereld. Die waren erg in trek, want die brachten enorm veel geld op. En een van de beelden uit de artikelenreeks van Follow the Money, een van de beelden die naar voren kwam was, en dat vond ik heel mooi, iemand zegt dan, een betrokkene, het was net alsof het recept van Coca-Cola vrij was gegeven en iedereen wil dat natuurlijk hebben. Dat is een beetje het idee van de Cum-Ex-fraude, hoe die zich verspreiden. Straks vertel ik u wie hier aan tafel zitten bij mij, maar eerst, waar hebben wij het eigenlijk over? Door toedoen van keurige bankiers werd de Nederlandse staatskas de afgelopen 20 jaar voor een kolossaal bedrag benadeeld. In totaal 27 miljard euro. Dat blijkt uit het onderzoek dat wij in het kader van het internationale samenwerkingsverband de Cum-Ex Files publiceren. Dit is de grootste belastingroof uit de Nederlandse geschiedenis en zo steekt het in elkaar. Dividend is de winst die bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders. Daarover wordt in Nederland 15% belasting geheven. Nederlandse eigenaren van aandelen kunnen de dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Kortom, Nederlandse eigenaren van aandelen betalen eigenlijk geen dividendbelasting. Buitenlandse eigenaren van aandelen in de meeste gevallen wel. Veruit het grootste deel van de aandelen die aan de Nederlandse beurs staan genoteerd zijn in buitenlandse handen. Meer dan 90%. Deze eigenaren balen van de dividendbelasting, want dat kost ze geld. Een groot deel weet hij echter op slinkse wijze terug te vorderen. Bankiers noemen dit het liefst dividendarbitrage. Opsporingsambtenaren hebben een voorkeur voor de term dividendstrippen. De technische term hiervoor heet Cum-Cum, het broertje van Cum-Ex. What's been called the biggest tax heist ever, known as Cum-Ex. Cum-Ex-geschäft. Cum-Cum werkt als volgt. De eigenaar van een groot pakket aandelen in Shell is bijvoorbeeld een beleggingsfonds dat op de Cayman-eilanden is gevestigd. Dat beleggingsfonds wil de 15% dividendbelasting natuurlijk het liefst terugvorderen. Maar daar heeft het fonds alleen geen recht op. De Nederlandse vennootschap X heeft dat recht wel. Door de aandelen vlak voor dividenddatum aan vennootschap X uit te lenen, kan die de betaalde dividendbelasting wel terugvorderen. De bij de transactie betrokken partijen verdelen vervolgens de opbrengst en de Belastingdienst heeft het nakijken. Deze diensten worden als gestroomlijnd pakket door vrijwel alle grote banken aangeboden. Ook de Nederlandse banken deden hieraan mee. Rabobank, ING en vooral de vroegere Fortisbank, die sinds 2008 eigendom is van Staatsbank ABN AMRO. Iedereen snapt dat het strippen van dividend onethisch is. Maar is het ook illegaal? Onze overheid zit in ieder geval niet stil. Sinds augustus weten we dat het Openbaar Ministerie bezig is met een strafrechtelijk onderzoek naar dividendstrippers. Onze eigen ABN AMRO is daarbij ook weer in beeld. En zolang de onderste steen nog niet boven is, zal Follow the Money in de nek blijven hijgen van de graaiende bankiers, handelaren en aandeelhouders die denken op deze manier de Nederlandse staatskas te kunnen tillen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Volg dan op Follow the Money het dossier de Cum-Ex Files. Hier bij mij aan tafel zitten Jan van der Streek, hoogleraar Belastingrecht. Welkom. Farid Azarkan, Tweede Kamerlid voor DENK en financieel woordvoerder. Erik Smit, hoofdredacteur van Follow the Money. En Jan van Koningsveld, de directeur van het Offshore Kenniscentrum. Ja, en de enige die daar ook werkt. Nou, dat is niet waar, want ik heb op de website gekeken. Ja, er staan meerdere mensen. Klopt, dat is waar. Maar wie zijn dat dan? Die werken niet. Die ja, doen ja, die werken ook, maar die zitten in een andere relatie daar. Okay, ja, netwerk is het meer. Ja. En je hebt jarenlang vroeger bij de Fiat gewerkt. Dat is je achtergrond. Ja, ik heb van 1986 tot 2011 met ontzettend veel plezier bij de Fiat gewerkt. Ja. Maar toch ging je weg? Maar toch ging je weg, ja. Op zoek naar een nieuwe uitdaging. Okay, en die vond je in een studie en een promotie? Ja, in 2015 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp misbruik van offshore vennootschappen. Ja, zoals je net al in het promofilmpje zag, Cayman-eilanden, een klassiek voorbeeld van een offshore land.
En mijn fascinatie voor die offshore is al lang geleden eigenlijk ontwikkeld. Dan praat ik nog over 1990. Toen deed ik voor het eerst als field-regisseur onderzoek naar de drugsorganisatie van Klaas Bruinsma. En die gebruikt al allerlei offshore vennootschappen, waardoor mijn fascinatie daarvoor gewekt wordt. En om één cijfer te noemen, in mijn proefschrift beschrijf ik ook dat in 54% van alle fraudes, of het nou belastingfraude is, witwassen, corruptiebetalingen, daar zijn die offshore vennootschappers bij betrokken. En dat heeft mij altijd gefascineerd. In meer dan de helft van de gevallen dus? In meer dan de helft van de gevallen, ja. Oké, maar eerst even voordat we er helemaal induiken. Nu hadden we een filmpje van ruim 3 minuten nodig. Maar wat zeggen jullie aan de bar als iemand zegt dividendstrippen? Wat is dat? Wat zeg jij dan? Illegaal belastinggeld door middel van slinkse constructies met een aantal partijen pikken. Oké, en wat zeg jij, Erik, als je het in één zin moet zeggen? Nou, eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus via slinkse methode inderdaad belasting terugvorderen, dividendbelasting, waar je geen recht op hebt. En jij? Ja, ik ben fiscalist, dus ik denk dat ook in de bar het een heel fiscaal technisch verhaal wordt met juridische teksten. Dus dat je gaat dan door de muziek heen geschreven en dan... Ja, zo zijn we. Dus, jij kan het niet kort uitleggen. Nee, ik begin hele artikelen. Maar aan je studenten moet je dat toch ook heel kort kunnen uitleggen? Ja, dat klopt. Maar dat is dan toch heel erg juridisch. Dus zonder dat je de economisch eigenaar bent, toch dividendbelasting ontwijken. Ja, dat zou in de buurt komen. Dividendbelasting ontwijken. Ja. Oké. Dat is dus, als je het even snel moet uitleggen, wanneer kwamen jullie er eigenlijk zelf voor het eerst mee in aanraking, Farid? Wanneer hoorde je er zelf voor het eerst van? Nou, ik voor het eerst echt dat ik in het dossier ben gedoken was in 2018, naar aanleiding van de publicatie Follow the Money. Ik heb toen, naar aanleiding daarvan, net zoals een aantal collega's, Henk Nijboer en Bart Snels toen, hebben we vragen gesteld. Ik heb toen zelf gezet vragen gesteld. Ja, daar kwamen hele vage antwoorden op, zoals dat altijd komt. Hè. Dus we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren hebben we behoorlijk wat discussies gehad over de wijze waarop we geïnformeerd werden. Hè. We kennen natuurlijk grondwet artikel 68, waarbij het kabinet ons informeert over zaken die relevant zijn. En we hebben dat een paar keer echt moeten bevechten. Hè. In de toeslagenaffaire, maar ook op andere dossiers, hebben we echt moeten bevechten met doorvragen nog eens een keer. En ook op dit dossier, ja, dan krijg je toch antwoorden als... we weten het eigenlijk onvoldoende. We kunnen het niet zo heel goed tegengaan. Heel algemeen. En nauwelijks uitsprekende dat men het probleem ook echt wilde aanpakken. En daar zat ik me ook echt aan te ergeren. Dus ook die set vragen. We hebben natuurlijk naast dit dossier best wel wat gedaan met belastingontwijking. Daar heeft Nederland nu eindelijk, naar aanleiding ook van dat Europa op enig moment, het scheelde geloof ik 1 stem, of we waren een belastingparadijs. En eigenlijk hadden we dat moeten zijn. Nou, dat zijn we toch? Ja, dat zijn we ook. Dat zijn we ook, denk ik. Het scheelde 1 stem? Wat bedoel je dan? Nou, het scheelde 1 stem in Europa, of we waren dus op die lijst gezet. Oké. Niet. Dat was echt net niet. Maar het is natuurlijk schandalig voor ons land. Maar het is ook schandalig, denk ik, naar burgers toe dat deze grootschalige fraude, waarvan ik denk dat er bij de Belastingdienst wel degelijk men iets meer informatie heeft dan men heeft gedeeld met ons. Maar toen jij er dus voor het eerst van hoorde, toen wist jij er zelf ook nog niks van, neem ik aan. En kon je dat dan delen met je fractiegenoten of met je kamergenoten? Van jongens, moet je kijken hoe belangrijk? Of werd niemand er echt... Nou, niet zozeer met de fractiegenoten, maar ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een heel ervaren macro-econoom in dienst heb. Die heeft 20 jaar bij de PvdA gezeten. Maar op enig moment in 2017 ging het nogal slecht met de PvdA. Die moest er van 60 man af. En ik heb daar toen iemand weg kunnen halen. Dat stond ook later in Elsevier als de derde beste transfer. Ja, nummer 3. Dat is Piotr van Rij. Dat is een ontzettend ervaren man die dat dossier goed kende. Daar was ik ook blij mee. Zat er al 20 jaar. Nou, inmiddels ruim 20 jaar. En die heeft mij daarbij ondersteund. En daar kon ik goed mee sparren. Uiteindelijk hebben we die set vragen. Bovendien is het zo dat we natuurlijk vaak ook... Ja, wij noemen dat een soort treintje. Als wij vanuit de oppositie dus aan de slag gaan met de minister van Financiën of de staatssecretaris, hè, dus in debatten.
op een gegeven moment zijn je vragen op en dan neemt de collega het over. He, dan vragen we nog even door. Omdat, nou, dat je dan ontwijkende antwoord, een staatssecretaris of een minister, die denkt, nou ben ik er wel zo'n beetje. En dan, nou, weet je, dan nam Bart het over, of Vic, of Omtzigt, vroegere commissie, vorige commissie. Dus dat werkten we ook wel in samen. He. We zochten elkaar ook wel op dit soort dossiers. Maar had jij toen de indruk dat er toen ook voor het eerst kennis van werd genomen in de Tweede Kamer? Of kreeg je de indruk van, men weet hier al wel meer van? En ook in het kabinet? Ik had wel de indruk dat het voor de Belastingdienst niet nieuw was. Ik had ook wel de indruk dat de Belastingdienst niet zo heel erg vrijgevig was met de informatie daarbij. Hè. Men had niet zo heel veel zin om er iets mee te doen. En dus belandde het ook heel lastig op de agenda. En we hebben natuurlijk in 2017, dat was in juni, hebben we natuurlijk het commissie... fiscale constructies gehad. Daar is dit niet over gegaan. Dat waren hele specifieke vragen. Daar zag je ook dat de VVD, overigens ook de PVV, maar de VVD deden niet mee daaraan. En het CDA initieel ook niet. En die haakte op enig moment wel aan. Maar daar zie je al, dat is toch lastig. Daar zit natuurlijk ook een deel van de achterban. Daar wil je niet lastig voor maken. Het heeft natuurlijk te maken met het... Ja, het toverwoord vestigingsklimaat. Dat is vaak een toverwoord om bedrijven, maar niet... iets in de weg te leggen. Oké. En Jan, wanneer hoorde jij voor het eerst van dit fenomeen? Nou, het fenomeen heeft twee verschijningsvormen. De cum-cum variant, om het zo maar te zeggen. Ik denk in mijn studie belastingrecht aan de Erasmus Universiteit. Dat werd daar uitgelegd? Ja, daar hadden we zo'n dikke syllabus. En daar stond een artikel in, dat heette... Dividend washing, zo werd het. Dat was een beetje het begrip uit de jaren 90 worden. En dat vond ik heel spannend als student. Maar stond dat onder het kopje criminaliteit of onder het kopje aanbeveling? Of? Dat was meer iets spannends. Dat was een constructie die dan mogelijk was. En dan was de vraag, hoe werkte die? Dat vonden wij als studenten heel erg leuk. Kreeg je ook een tentamenvraag over. Hè, van hoe kun je nou de dividendbelasting hier om zeep helpen? Nou, dan moet je links afslaan, bij wijze van spreken. En dat was toen een constructie die niet strafbaar was, maar wel dubieus? Of nou, dat ook niet? In die tijd hadden we daar nog geen antimisbruik voor. En toen... had de Hoge Raad net een arrest gewezen, dat onder bepaalde omstandigheden, dat noemen we dan een samenstel van rechtshandelingen, dat het dan niet werkte. Maar de vraag is, wanneer is sprake van dat samenstel? En daar was een discussie over in de vakliteratuur. Maar niet in de maatschappij, maar in de fiscale wereld wel. En de cum-ex, die heb ik het... Ja, maar dat woord heb ik als eerste van Erik ooit gehoord. Die heeft het bedacht. Want die kwam op mijn kamer op de Universiteit van Amsterdam. En zei, ik ga nou iets zeggen. Het luikt op een Duitse pornofilm, zei je tegen mij. Dat weet ik nog heel erg goed. En dacht ik, gaat dit over, dacht ik. Ja, en dat is nu uitgegroeid tot een heel groot schandaal. Ja, en de andere Jan, wanneer hoorde jij ervan? Ja, ik heb erover nagedacht. Ik dacht dat medio 2000 was, 2005. Maar ja, bij de FIOD, kijk, als we het over dividendfraude hebben, dan zijn we die fase van belastingontwijking al voorbij. Dan hebben we het echt over fraude. En dividendfraude is een vorm van belastingfraude. En belastingfraude, dat is geregeld in artikel 68 en 69 AWR. Dus het zijn bepaalde handelingen. En de bekendste is het doen van een onjuiste belastingaangifte. Dus bij de FIOD is dan de discussie van, zitten we al in het traject van belastingopfraude? Is er een redelijk vermoeden van een strafbaar feit? Of zitten we nog in die fase van belastingontwijking? Maar hoe ging het? Iemand noemde dit als... Ja, iemand noemde het. Het was niet zeg maar een agenda... punt bij de FIOD, voor zover ik weet. Het was natuurlijk wel bij een aantal mensen die daarover hoorden en het triggert ons, maar het is nooit echt volop ingezet bij de FIOD. Omdat zeg maar projectmatig, waar wij eigenlijk ook naar streven, om als je bepaalde verschijnselvormen ziet, om dat projectmatig te doen. Hè. FIOD werkt helaas, vind ik nog steeds, veel te veel case by case. Dus je hebt een verdachte en dan gaan we aan de slag. Terwijl je eigenlijk zou zeggen op bepaalde onderwerpen, en dit is bijvoorbeeld ook zo'n onderwerp, dan zou je eigenlijk een projectteam moeten samenstellen. En wij noemen dat eigenlijk altijd onze Champions League team. Je zoekt de beste mensen voor die opdracht. En dan zou je dat projectmatig gaan onderzoeken. En dan kom je
tot veel om betere resultaten. Ja, om je voor te bereiden op een eventuele dader of meerdere daders. Bedoel je dat? Jazeker, maar ook meer inzicht te krijgen in het hele fenomeen. Dat je het niet alleen bij die ene zaak houdt, maar dat je echt het hele fenomeen gaat beoordelen van ja, hoeveel impact heeft dat en hoe groot is het? En nou ja, dat soort vragen. Dus ja, bij mij speelde dat ergens in de jaren 2000. Nou, in die jaren kwam jij met een artikel in Quote. En dat was de eerste keer dat jij daarover schreef. Ja, ik ontdekte het in de zomer van 2006. Dus dat was al een tijdje geleden dat ik een vrij uitgebreid stuk schreef in toen het blad waar ik voor schreef, inderdaad, Quote, het glanzende zakenblaadje. En ik heb toen een artikel geschreven over een man die ook deze dagen, sterker nog vandaag nog, en hij is daar linksboven afgebeeld, meneer Vogel, die als een soort van de grote baas van een afdeling bij Fortis, de afdeling Global Securities Lending and Arbitrage, COMEX-transacties deed. En ik moet je zeggen, toen ik in het begin van deze term hoorde, dat ik er geen snars van begreep. En ook na de derde uitleg dat ik het nog steeds niet begreep, herinner ik mij ook nog, dat het heel lang geduurd heeft voordat het überhaupt duidelijk werd hoe het nou in zijn werk ging. En in welke mate nou eigenlijk de fiscus getild werd. En inderdaad ook de vraag werd, heel opportun was, van is dit nou eigenlijk illegaal of niet? En ik heb dat natuurlijk ook in die tijd gevraagd van god, in Nederland, het staat nergens dat het verboden is. En we hebben er is ook geen actieve opsporing naar verricht in Nederland in die tijd. Terwijl eigenlijk, want ik even om het verschil tussen Cum-Ex en Cum-Cum uit te leggen. Bij Cum-Ex wordt er eigenlijk heel simpel gesteld, wordt er één of meerdere keren dividendbelasting teruggevorderd. Wanneer er één keer of helemaal niet zelfs wordt betaald. En bij Cum-Cum heel simpel gesteld, dan wordt er wel betaald. Alleen wordt er door een partij teruggevorderd die daar eigenlijk geen recht op heeft. En dan worden de opbrengsten gedeeld. Dus in beide gevallen kan je zeggen, is er een opzetje van een opzetsprake die natuurlijk niet in de geest van de belastingwet is. Dus in die zin natuurlijk ook eigenlijk gewoon als fraude aangemerkt kan worden. Het heeft mij eigenlijk altijd wel verbaasd eigenlijk dat er zo weinig actieve opsporing naar verricht is. En overigens is dat wel op een enig moment even sprake van geweest. Want wij hebben in ons onderzoek, samen met Siem Eikelenboom heb ik dat gedaan, die zit hier ook vanavond gelukkig in de zaal, hebben wij een WOP gedaan. En daar kwam uit, die hebben we in 2019 opgestuurd gekregen. En daar zagen wij stukken in zitten, een presentatie destijds van de FIOD bij de Belastingdienst in 2006... waarin de FIOD, sterker nog, een heel groot onderzoek wilde gaan instellen internationaal tegen deze vorm van fraude. Wilde gaan instellen. Is dit hetzelfde moment misschien waarop jij het tegenkwam bij collega's? Nou, ik niet, maar ik weet van collega's die daar wel meer mee bezig waren. Maar niet maar bij ze mij. Konden kennelijk dat onderzoek niet starten omdat jullie projectmatig werkten? Of? Nee, juist niet zo projectmatig. Oh, sorry, niet projectmatig? Ja, nee, dus bij ons, wij moesten natuurlijk toetsen van, hè, is er hier opzettelijke onjuiste belastingaangifte gedaan? Want kunnen we strafrechtelijk onderzoek gaan starten? En dat zijn de vragen die je dan bezighoudt. Niet zozeer of je zit bij de Belastingdienst dat je een hele discussie hebt of het al dan niet fiscaal acceptabel is. Bij ons zit het natuurlijk dat iemand opzettelijk, zoals ik net al zeg, willens en wetens met voorbedachte raden, een structuur heeft ontwikkeld om de Belastingdienst te benadelen. Dus dat element dat was natuurlijk van belang. En dat was nog niet zo uitgekristalliseerd. Nou, het boeiende was van die presentatie, die overigens op het ministerie van Financiën plaats had. En dat natuurlijk als centerpoint, centraal punt had. Een bank in Nederland die daar zich actief mee bezighield. En dat was dus Fortis. En dat was een hele grote Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar in die dagen. En dat betekent eigenlijk, als je dat op het ministerie van Financiën doet, dan kan je wel vanuit gaan dat dat dan chefzagge is. Lees, daar weet de staatssecretaris op zijn minst van en meestal eigenlijk ook wel de minister. Toen ter tijd was dat. Kan de Farid dit bevestigen? Ja, zeker, zeker. En trouwens ook bevestigen dat. Ik heb ook 9 jaar voor de overheid gewerkt. Ook bevestigen dat om dit patroon te herkennen moet je af en toe even uitzoomen. Maar als er 30 mensen los met een case werken, dan is er niemand die het patroon in zijn geheel ziet. Dat zien we in een aantal voorbeelden zagen. Dat is een van de lastigheden die bij de overheid voorkomen. Oké.
Nou ja, en die uitvoerige presentatie, waar toen in aangegeven werd dat er dus mogelijk miljarden schade werd geleden. De fiscus werd benadeeld. En dus ook automatisch sprake is dus van ook witwas. Hè, op het moment dat er een vermoeden is van een strafrechtelijk vergrijp in de zaken. En dan weet je ook dat er onmiddellijk ook dat er wordt wit gewassen. Dan is crimineel geld. Want dat in geld deze, moet ergens blijven. Dat moet ergens toe, naartoe. En, hè, dus deze zaak, die werd. Dat onderzoek is er nooit gekomen. Door ons nog steeds onbekende redenen, helaas. Tegelijkertijd weet je natuurlijk wel dat het door is gegaan. En ja, sterker nog, dat de staatssecretaris van die dagen, ik ga het hier toch meteen maar zeggen, een beetje de spanning erin te houden meteen, dat was Joop Wijn. Ah, ja. En Joop Wijn, die werd niet heel veel jaar later, werd bestuurder bij de bank die dat deed. ABN AMRO. En de minister uit die dagen, dat was, ik zal hem ook noemen, overigens beide heren zijn onderwerp van strafrechtelijk onderzoek, Gerrit Salm. Ja, maar strafrechtelijk onderzoek in een andere zaak, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, even. Want daar komen we straks ook op. Van hoe ver zijn de strafrechtelijke onderzoeken? Ja, zit er al iemand in de bak? Ja, nou, even over Joop Wijn. Die sprak natuurlijk over. Die sprak hele harde woorden over die private equity partners. Hè? Dus de partijen die met privégeld. Hele grote fondsen die dan ergens een bedrijf opkopen. Dat helemaal kaalplukken met zware. Ja, die springhaan. Daar had hij het over. Dat was zijn ja. uitspraak. Ja. Dat vond nog wel, dus die vond dat misbruik, vond hij kennelijk. En dat sprak hij toen, dat was toen toch wel in die tijd, waren harde uitspraken van een staatssecretaris. Maar wat wil je hiermee zeggen? Hij was dus kritisch aan één kant, maar aan de andere kant. Nou ja, terwijl er kennelijk onder zijn neus, maak ik hieruit op, is er toch een aanzet gemaakt tot het strafrechtelijk aanpak, is niet doorgezet. Ja. Hij moet kennis gehad hebben van het dossier in ieder geval. En het bijzondere ervan is natuurlijk op het moment dat de bank Fortis uiteindelijk wordt genationaliseerd samen met Nederlandse delen van ABN AMRO. Gebeurt natuurlijk in de nadagen van 2008. Dat niet onmiddellijk al deze activiteiten zijn gestopt. Dat heeft tot 2016 geduurd voordat er daadwerkelijk een definitieve knip in werd aangebracht. Al deze feiten zijn naar voren gebracht door een internationaal collectief van journalisten, waar Follow the Money ook mee samenwerkt. Jij vertelde mij dit jaar in een podcastaflevering over ComEx. Achteraf gezien baal ik eigenlijk dat ik in 2006 niet al die informatie gedeeld heb, bijvoorbeeld met Duitse journalisten, maar kennelijk, tenminste dat wil ik nu van je weten, had jij zelf nog niet door hoe groot het was? Nou ja, je had wel het vermoeden, want ik had destijds al inzage in een rapport. Het rapport waarmee ooit bij Fortis een klokkenluider waar we het feitenverslag van dat rapport, de Incident Analysis Report heet dat. En dat rapport had ik destijds als basis voor dat artikel en quote. Dat rapport, dat is dit jaar duidelijk geworden, werd al in 2007 met de BaFin gedeeld. Dat is de Duitse toezichthouder, dat is nooit hoger opgekomen. Zelf worstelde ik ook met dat ding. Ik denk, ja, ik weet nu eigenlijk, want in dat verhaal werd beschreven hoe de Duitse fiscus werd getild voor heel veel geld. En ik denk, ja, dat moet toch ergens verteld worden. En moet ik dat eigenlijk aan Duitse verslaggevers doorgeven? Misschien moet ik het wel aan de Duitse fiscus doorsturen. Weten, past op uw zaak. Dat heb ik nooit gedaan. Ja, eigenlijk is dat. Ja, in het licht van deze dagen dat de samenwerking in het journalistieke landschap. Met de kennis van nu, moet je dan zeggen. Denk je van, ja, dan is dat heel normaal dat je dat wel doet. Maar ja, ik kwam er toen niet op, helaas. Nee. In de loop der jaren, want in eerste instantie reageerde Nederland wat lauwtjes. Nou ja, die Kamervragen, die heb ik vandaag ook nog even teruggekeken. Ja, die antwoorden zijn behoorlijk vaag, inderdaad, zoals je zelf al zei. En er was niet echt ophef hier, want er werd ook gedacht, ja, dat ComEx, ja, dat is nu wel zo'n beetje strafbaar. Maar dat is allemaal in Duitsland en Denemarken, maar niet hier. Maar nu is dat anders. Ja, ik denk dat er nu al meer, aandacht voor is. Ik denk überhaupt dat er voor belastingontwijking de laatste jaren veel meer aandacht is. Ik denk ook dat de maatschappelijke opvattingen over belastingontwijking veranderd zijn. En wat betreft de dividendbelasting, ja, dan moet je goed zien dat we in 2001 hebben we dan een maatregel gekregen tegen dividendstrippen. Die is wat slap. Want
daar zat natuurlijk een lobby achter die dat tegen heeft gehouden. Veno, NCW en de financiële sector. Want dat dus is heel even tussendoor die dividendstripwet. Want daar was Nederland dan wel weer de eerste mee. Dat was dan een soort van positief, toch? Nou, ik weet niet of we daar de eerste mee zijn. Ja, dat is mij verteld, Erik. Wij waren toch de eerste daarmee? Nou, we waren er wel vroeg mee. Ik durf niet te zeggen dat we daar de eerste mee waren. Maar het punt was is... was in 2001, dacht ja, 2001, ik. Ja, dat klopt. Dat vertelde Jan ook. Maar het issue, dat speelde al toen bijna een decennium. Ruim een decennium zelfs. Oké, maar de wil was er om dit aan te pakken, maar het was slapjes. Ja, want aanvankelijk had het kabinet een hele zware maatregel bedacht. Dat echt niemand meer 1 euro kon strippen. Alleen als je max 150 gulden toen nog aan beleggingen had, dan was je geen stripper. Daar kwam het een beetje op neer. En toen kwam er natuurlijk een lobby die zei van ja, maar dat is niet goed voor het beursklimaat en voor de handel in aandelen. Dat komt allemaal stil te liggen. En hadden ze daar een punt? Nou, als je te sterke wetgeving maakt zonder tegenbewijsregeling, dat iedereen een dividendstripper is en je mag het tegendeel niet bewijzen, ja, dan... Kijk, eigenlijk kwam die maatregel erop neer. Als je rondom de periode van dividend kortstondig aandelenbezit hebt, dan ben je een dividendstripper en je mag geen tegenbewijs leveren. Ja, dan begrijp ik wel dat er een lobby op gang komt. Maar ja, die lobby is eigenlijk doorgeslagen dat er nu hele slappe wetgeving is. Want de bewijslast die rust nu op de Belastingdienst. Om überhaupt te bewijzen dat er een samenstel van rechtshandelingen is waarbij even die aandelen zijn verschoven. Dat is wel leuk. Want jij vroeg me net van wat is nou een definitie van het strippen van dividend? En toen zat ik even te denken, hoe zou ik het nou aan mijn student uitleggen? En ik denk dat ik het als volgt zou uitleggen. Als ik dat, misschien mag ik het even kort vertellen. Nou, ik ben niet al kort, ja? Heel kort. Stel je voor dat je ouders in Frankrijk wonen en aandelen in Shell hebben. En dat je vader tegen je zegt als student, ja, maar Shell komt met een megadividend. Kun jij even mijn aandelen overnemen? Ja, en die student woont in Nederland en die krijgt alle dividendbelasting terug. En na dividenduitkering, dan geeft hij de aandelen weer terug aan zijn vader, die in Frankrijk woont. Ja, dat is dividendstrip. Ja, en dit is natuurlijk een huis, tuin en keuken voor. Nou, en je maakt het nu ook bijna emotioneel. Zo van, zou je dat doen voor je vader? Ja, nou, ja, dat klopt. Ja, daar zouden we dan misschien nog meer begrip voor hebben dan twee bedrijven die dit met elkaar doen. Weet ik het niet. Het onderwerp dividendbelasting brengt heel veel emoties omhoog. Dat hebben we natuurlijk in 2018 sowieso gezien. Natuurlijk rondom de afschaffing van deze vorm van belasting. Tegen debatten. Dus dat het onderwerp speelt. Ja, want dat is inderdaad, dat moeten we dan ook even in herinnering roepen. Men wilde het afschaffen. En waren we dan ook van deze problemen af geweest? Nou, men wilde het afschaffen. Nee. Er waren. Oké, die debatten kwamen op gang. Op een enig moment was Mark Rutte de enige die het nog wilde. Ja, de rest. De ChristenUnie moest een meloen doorslikken. Ja, alweer. Ja. D66 zei heel eerlijk, weet ik nog, volgens mij was Steven Weijberg. Die zei, ja, weet je, wij wilden. Het werd ons door de strot geduwd. Het CDA was er niet gelukkig mee. Ik moest toen nog wel, want we hadden toen Buma die het debat deed. Ik heb dat debat zelf gedaan. Toen op een gegeven moment wij vroegen vanuit de oppositie, nou, zijn er nou memo's over die dividend? Nee, die zijn er niet. En toen zei hij, toen bleken er 30 memo's te zijn, geschreven door Erik Wiebes. En toen zei Buma, ik heb het niet eens gelezen. Onder het mond van het was niks nieuws. En ik, dus over dividendbelasting is veel te doen geweest. Het gaat natuurlijk, inmiddels zien we dat bedrag oploopt richting de 3 miljard. Ja. Dat jaarlijks, we hebben het niet over één dat jaar. Dat innen wij hè, van bedrijven. Nou ja, als je dat netto contant maakt, is dat misschien wel 60, 70, 80 miljard euro. Wat even met een pennenstreek, zonder dat dat in een programma stond van een politieke partij, weggegeven ging worden. Ja. En met name aan buitenlandse aandeelhouders. Was dit probleem hiermee opgelost? Dan kijk ik met name even naar Jan. En ik denk dat ook... Want dan kun je niks meer terugvragen. Ja, ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld. Dat men dacht van ja, we kunnen nu wel heel streng het strippen gaan bestrijden. Maar Joop Wijn had al in 2005 aangekondigd in de Tweede Kamer dat hij geen toekomst zag voor de dividendbelasting. Shell en Unilever gingen daarop anticiperen. Die zeiden ook steeds tegen het ministerie van Financiën, ja, Joop Wijn heeft al beloofd in 2005 dat het zou worden afgeschaft. Dat er kwam Mark Rutte eindelijk door in 2018. Maar de hele teneur was, die dividendbelasting heeft geen lang leven meer beschoren. Dat is geen belangrijke belasting, die gaat aflopen. Ja, dus waarom zou je daar je opsporingscapaciteit of je handhavingscapaciteit voor inzetten als Belastingdienst?
Ik bedoel, dat is ook een kwestie van prioriteiten. Dus ik denk dat het nu terug is op de tafel. Maar dat het dus 2 decennia lang een sluimerend bestaan heeft kunnen leiden. Ja, en het is nu ook terug op de tafel, wellicht, doordat nu bekend is dat Nederland... jarenlang werd gezegd, ja, we hebben wel schade, maar dat loopt in de miljoenen. Nee, het blijkt om 27 miljard te gaan. Ja, dat is toch wel een schatting, hè? Die is gedaan met medewerking natuurlijk van de Universiteit Mannheim. Dat is professor Dr. Christoph Spengel, hè, dokter. En die heeft dus een methodologie bedacht waarop hij dat natuurlijk een aantal jaar geleden ook op Duitsland heeft gedaan en een berekening heeft gemaakt waarmee die ongeveer de schade in beeld heeft gebracht. Nou, die berekening is altijd blijven staan. En dit jaar was het de idee van, nou, als dat die berekening daar eigenlijk wel klopt en ze zijn door steeds meer ook anekdotisch bewijs, natuurlijk door de onderzoeksjournalistiek, werd dat meer en meer bevestigd. En dan kunnen we die berekening eigenlijk ook op andere landen uitvoeren. En dat is dus ook op Nederland gedaan. Daar is dus die 27 miljard uitgekomen. Dat is een kolossaal bedrag, inderdaad. Het is een schatting, hè? Maar al is de helft daarvan waar, dan is het nog een kolossaal bedrag. Dan hebben we het nog steeds over 13 miljard, wat over de laatste 21 jaar is gepikt eigenlijk. En wat mij vooral opviel, eigenlijk het antwoord dat ik kreeg van het ministerie van Financiën, eigenlijk op de... Ik heb natuurlijk dat in de afgelopen weken dat voorgelegd en ook continu daarmee gecommuniceerd, van nou, dit zijn dan ook die berekeningen. Uiteindelijk komen ze dan ook met een antwoord van, ja, want ik heb natuurlijk gevraagd, hebben jullie daar zelf inschatting van gemaakt? Van wat jullie nou eigenlijk met die dividendbelasting kunnen binnenhalen en wat daar nou werkelijk gebeurt en wat er mogelijk verloren gaat, CQ gepikt wordt. En het opvallende antwoord was, nee, dat hadden ze niet. Dat hebben ze ook nog nooit gedaan. En daar naar kijken. En het verbijsterende antwoord zat hem ook in het idee van die belastingkloof, want zo noem je dat. De kloof proberen in beeld te brengen van wat het zou kunnen opbrengen, dat het wat daadwerkelijk opbrengt. Daar hadden ze in het Verenigd Koninkrijk wat ervaring mee opgedaan. Het was best ingewikkeld om te berekenen. Heel veel aannames, complex. Dus daar hadden ze maar van afgezien. En dat is in het licht, vind ik toch, van wat wij natuurlijk de afgelopen jaren hebben gezien rondom mensen die een belastingformuliertje invullen of een formulier teruggaven, waar het mis kan gaan om 100 euro. Dan denk ik, dat is allemachtig, dit gaat echt om zo ontzettend veel geld. Hoe is het mogelijk dat hier... laat ik zo zeggen, ik ben een ondernemer geworden. Dit is een business case. He, onze verdienmachine is de Belastingdienst. Hier kan je miljarden aan verdienen als je het goed aanpakt. Jan, wat vind jij? Is dit dan nu eindelijk het moment waarop Nederland in actie komt, moet komen? Nou ja, ik vind in ieder geval... Kijk, we weten eigenlijk allemaal dat als je ook nu weer kijkt naar de uitgaven en de inkomsten van de overheid, dan wordt dat eigenlijk helemaal gefinancierd uit belastingopbrengsten. Wij hebben bijna geen andere opbrengsten. We hebben in het verleden nog een beetje gas gehad, opbrengsten. Maar dat is het. Dus alles, of het nou gaat om onze sociale zekerheid, COVID, noem alles maar op. Het moet allemaal komen uit belastingopbrengsten. Dat is een belangrijk punt. Dus waar ik me af en toe wel veel zorgen over maak, is dat door dit soort ontwikkelingen, langzamerhand, dus gaat het niet alleen om die 27 miljard, dat bedrag, maar dat vooral het impact heeft op de belastingmoraal in Nederland. En dat zie ik toch wel langzamerhand verschuiven. En daar maak ik me wel zorgen over, want ik kom heel veel in, ja, met name in Afrika. En je moet je voorstellen, de belastingcompliance, hè, de mate waarin Nederlandse burgers hun belastingaangifte volledig en juist invullen, die is in Nederland vrij hoog. Ik geloof zo'n 80% zijn er uit studies komt naar voren. 80% die dat doen? Die het netjes doen. En 20% sjoemelt? Ja, zo'n beetje. Okay. Of niet volledig doet. Als je kijkt bijvoorbeeld in Afrikaanse landen, dan is dat misschien maar 20%, 15%. Nou ja, dat zie je ook wel natuurlijk. Er is geen goede gezondheidszorg. De wegen zijn slecht. De mensen hebben geen vertrouwen meer in de overheid. En met dit soort incidenten, het is eigenlijk structureel. Maar dat zie je natuurlijk ook recentelijk aan de Pandora Papers, de Panama Papers. Noem alles maar op. Iedere keer heeft dat enorme impact. En dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Dus los van dit onderwerp, want ik zeg nogmaals, dividendfraude, ik noem het nog steeds fraude, geen ontwijking. Fraude, die moeten we dus aanpakken. En ik denk dan ook, want ja, veel van die fraude heeft al 10 jaar geleden plaatsgevonden, misschien wel 15 jaar geleden. Maar als mensen, en dan praat ik nog even van mensen of bedrijven, 25 miljard zich onrechtvaardig verrijkt hebben,
dan vind ik dat we, dan is het niet altijd mogelijk om via de fiscale weg navorderingsaanslagen op te leggen. Termijnen zijn vaak verlopen, dus dat kan niet meer. Maar wat net al ter tafel komt, is dat, dat je tegenwoordig ook de mogelijkheid hebt om dat te vervolgen als witwassen. En witwassen is een voortdurend verlikt. Dat verjaart niet. Dus als mensen 15 jaar geleden ten onrechte 10 miljoen of zo hebben verkregen, en die hebben het op een bankrekening gehad, die hebben ze weer doorgesluist naar een offshore vennootschap, en met dat geld hebben ze een villa gekocht in Nederland of in het buitenland, nou zouden we dat nog steeds kunnen afpakken. En ik vind dat we daar meer op moeten investeren. Want we vinden allemaal, misdaad mag niet lonen, maar ik vind dat het nog te vaak wel loont. En dus vind ik dat we daar meer tijd, capaciteit en prioriteit te moeten geven. Ja. Nou ja, en er zit, Frederik, er zit natuurlijk een dubbele onrechtvaardigheid in. Hè? Dus wat je heel veel ziet, is dat als we dan geconstateerd hebben dat er kennelijk uit die staatsruif geld op oneigenlijk grond is gepikt, terwijl andere mensen hele kleine bedragen, toeslagen, affaire, misdaad, hoe je het ook noemt, hebben gezien hoe erg die Belastingdienst het wel kan organiseren. Hoe ze mensen tot aan de voordeur met beslagliggingen. Toen hadden ze wel een combi-team facilitators. Combi-aanpak facilitators. Daar kan het wel. Zo'n combi-team. Ja, dat kan hier ook. Maar tweede onrechtvaardigheid. En in die zin ja, helpt het dat Erik met zijn team dit heeft blootgelegd. Maar nu komt dus het punt dat, ja, wat doe je er dan mee? Ja. Je kunt ze niet eens goed vervolgen. Dat is ingewikkeld. Nou, dus dat voelt dan ook heel onrechtvaardig. Ze komen er nog mee weg ook. En dan krijg je dingen als, en dat had ik anderhalf, twee weken geleden in het vragenuur met Wopke Hoekstra over zijn eigen belastingparadijs akkefietje. En toen zei hij, gaf hij het argument wat Jan net ook aangaf. Ja, we denken er tegenwoordig iets anders over. Hè? De samenleving. En ik denk, is dat nou zo, heb ik toen gezegd? Is het niet gewoon zo dat we het eigenlijk gewoon niet wisten? En dat we nu door dit soort onderzoeken, Panama Papers, door klokkenluiders, dat we eigenlijk zien hoe die elite het zich bereikt. Het ergste is, we wisten het wel. Dus er was kennis. Een paar mensen wisten. Maar niet breed in die samenleving. En het, ik sloeg nog heel even aan op die villa die jij noemde. Want dat brengt ons ook op de vraag, wie zijn deze mensen die dit hebben gedaan of doen? Warchild zijn we mee bezig. We zijn bezig met Spieren voor Spieren hebben we in het verleden gedaan. Emma Foundation. Het is onderdeel ook van het mens zijn om gewoon dingen te doen voor andere mensen. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Haarlem, omgeving Amsterdam, universiteit daar geweest. Uiteindelijk bij Mees Pierson en vervolgens bij toenmalige Fortisbank terechtgekomen. Nou, dan merk je heel duidelijk is dat een Nederlander andere zaken doet dan een Belg of een Fransman. En ja, dat botst. Frank Vogel left Fortis to set up his own business. And I think many people they took that as inspiration for them doing the same thing. Around 2003, I joined ING, and then I fell out with my boss, and then I moved to Rabobank, so another Dutch bank. And it was my time at Rabobank that I was first introduced to the so-called Cum-Ex trades. The guys from Deutsche Bank, HVB, Macquarie Bank, Merrill Lynch, and there are probably more. They all left and they did the same thing. The difference was that they already had the support of their previous employer. Ja, we zagen nu even in een razendsnel tempo twee mensen voorbij komen. Die eerste twee filmpjes waren gingen over dezelfde man. Wie is dat? Ja, dat is Frank Vogel. Ja, en Frank Vogel is de man die ik dus ook al in 2006 beschreef. En nog steeds een onderdeel vormt van het narratief wat in mijn journalistieke werk naar voren komt, ja. En deze man, want dat zegt die man die we daarna zien, Sja heet hij. Is lekker inclusief, hè? Ja, nee, het is, Sja, dat is Ange Sja. Die heeft eigenhandig zo'n beetje in de periode 2012-2015 Deense fiscus voor 2 miljard euro getild. Hij is ervan overtuigd dat hij dat compleet legaal heeft gedaan. Dat noemt hij ook geen tillen, maar dus arbitreren. En dat denkt ook nog steeds Frank Vogel, natuurlijk van de dingen die hij met allerlei belastingdiensten heeft uitgehaald. Dat is een beetje de attitude. Hè? Het was niet per se verboden. Het stond niet letterlijk in de wet en dus mocht het.
En dat werd ook onderschreven, dat moet erbij verteld worden, door advocatenkantoren. Hè? Dus in de tijd dat Frank Vogel dit deed, werden er wat je noemt legal opinions gemaakt door een kantoor als Allen & Overy. En die zeiden van ja, dat kan prima. En Freshfields is daar een heel bekend voorbeeld van. Het zijn allemaal Zuidas-kantoren die daar de hand in hebben gehad. Ja, die Freshfields, nou goed, nee, die dwaal ik af. Maar in ieder geval, worden zij nu wel vervolgd? Shadi wordt in, ik geloof zelfs in 7 landen, wordt hij verdacht en vervolgd in Denemarken, natuurlijk in Denemarken. En die proberen hem in Engeland, in Amerika, proberen hem overal aan te pakken. En hij is gevlucht naar Dubai en ja, daar zijn over het algemeen weinig uitleveringsverdragen mee. Dus, hij zit daar op zo'n eiland in de Palm en is daar, voelt zich daar vrij. Het is wel allemaal beslagen, dat vermogen van hem. Er ligt beslag op, maar hij kan daar, zoals je ziet, nog in rust en kalm te leven. En comfortabel ook. En wat hij hier zei is, wij werden geïnspireerd door Frank Vogel. Ja, want wat interessant is, dat is het ook het stuk wat vandaag online is gekomen. Dat hebben we kunnen opmaken ook uit de Cum-Ex files. Dat zijn tienduizenden documenten die daarin die zijn gelekt naar dat internationale samenwerkingsgezelschap, de Cum-Ex files. En daaruit blijkt ook onder meer dus dat meerdere partijen door hem werden geïnspireerd. Want Frank Vogel verliet in 2005 de bank Fortis. Nee, lees, hij werd ontslagen daar. Vormde vervolgens zijn eigen onderneming. En dat vormde een kantelpunt, want toen, vanaf dat moment zijn meerdere partijen dat gaan doen. En dat is heel interessant om te zien. Dus dat los van de type transactie die hij deed, ook de wijze waarop hij deed, namelijk voor zichzelf en voor eigen rekening, dat heeft toen een enorme vaart gekregen. Ja, en ik geloof dat die Shah die man was die zei, het voelde alsof het recept van Coca-Cola vrijkwam. Ja, dat is, en tegelijkertijd zie je dan in die periode na 2007, 2006 dat de kennis die er over Cum-Ex bestond, die in eerste instantie een aantal banken eigenlijk in huis, dat recept werd zorgvuldig bewaard. Dat langzamerhand, door natuurlijk medewerkers die naar andere banken gingen, transfers enzovoort, dat langzamerhand verspreid werd. Zodanig dat er nu in Duitsland althans 1000 verdachten op een lijst staan. Daar is de aanpak al veel langer bezig. En Jan, kan jij een beeld schetsen van hoe zo'n onderzoek, hoe grootschalig dat is en hoe zij dat aanpakken? Heb jij daar een beeld van? Nou, Duitsland verdachten, dat is nogal wat natuurlijk. Ik denk dat daar ook heel veel, tenminste, dat mag ik hopen, rechtspersonen bij zitten. Want je kan natuurlijk natuurlijke personen vervolgen, zoals meneer Vogel, wat hier wordt genoemd, maar ook rechtspersonen. En helaas, bijvoorbeeld de offshore vennootschappen die erbij betrokken zijn. Ik heb al gezegd uit mijn proefschrift, een van mijn bevindingen is dat in 54% van alle gevallen offshore vennootschappen betrokken zijn. En de volgende bevinding is dat in 0% van alle gevallen de offshore vennootschap wordt vervolgd door het OM. Dus want dat kan niet? Of? Ja, het kan wel, maar het is gewoon, het is lastig. Ja, bij de FIOD moet je natuurlijk alles bewijzen, strafrechtelijk bewijzen. Je kan iets niet aannemelijk maken, je moet strafrechtelijk bewijzen. En dan moet je dus via die rechtspersoon naar die natuurlijke persoon. En dat geeft soms wel problemen. Maar dat neemt niet weg dat veel van die fraudes gepleegd worden door rechtspersonen, door bedrijven. Die vullen die aangifte in op naam van dat bedrijf. Want dus die pleegt het delict. Is dat inderdaad zo, Erik, dat tussen die 1000 zitten ook heel veel rechtspersonen? Weet jij dat? Het bijzondere dat mij is verteld van het Duitse recht is dat daar in eerste instantie niet rechtspersonen als verdachten aangemerkt kunnen worden. Dat moet de natuurlijke persoon zijn. Dus die lijst die wij voor het grootste gedeelte hebben kunnen inkijken, dat bestaan uitsluitend natuurlijke personen, dus mensen. Ja. Dus die kunnen wel vervolgd worden? Ja, nee, uiteraard. Maar ik zie nog niet dat het OM, dat de opsporingscapaciteit daar is, dat je 1000 mensen, 1000 zaken een opsporingsonderzoek gaat doen. Dus er zullen ongetwijfeld daar een aantal uitgekozen worden die dan als voorbeeld gaan dienen. Om op die manier te kijken. En
pak je natuurlijk, zou ik uitpakken, de zaken waar je het meeste kans hebt om succesvol te vervolgen. Dat je makkelijk het bewijs kan leveren. Want ja, die eerste zaken moeten natuurlijk succesvol zijn. Anders gaat het als OM dat niet verder oppakken. Dat is gelukt. Ik kan een voorbeeldje geven. Die dame die we net zagen hier op de achtergrond in de Duitse rechtszaal. Dat is er. Nou, dit is de dame die sinds 2011... Anne Brooijelker heet ze. Ze is inmiddels hoofdofficier van justitie in het parket van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen in Keulen. En zij is de crimefighter op het Cum-Ex gebeuren. En zij is degene die 1000 verdachten in beeld heeft. Zij heeft de eerste zaak ook succesvol voorgeleid in Duitsland. Die zaak vorig jaar de eerste vonnis heeft plaatsgevonden gehad. Daar werden 2 natuurlijke personen veroordeeld. Tegelijkertijd stonden er ook een paar banken in de verdediging. En daar werden de boetes aan uitgedeeld. Dus dat een van die banken was Warburg Bank. Een bank kun je natuurlijk niet in de gevangenis duwen natuurlijk ook. Maar waren die boetes indrukwekkend of stelde dat niks voor? Ja, die van Warburg, even uit mijn hoofd, was 175 miljoen euro. Ja. Oké, dus dat noemen we wel veel. Dat is een redelijk bedrag. Ik denk dat de Belastingdienst daar gewoon wel graag even een zaak over voert. Ja, althans, ja, ik weet het nu ook niet meer van die Belastingdienst, wat die business cases, hoe ze dat daar aanpakken. Daar moet jij dus vragen over stellen, Farid. Er zijn genoeg zaken die je daar volgens mij kan aanpakken, waar die Belastingdienst gewoon geld mee kan verdienen. Ik zie je fronsen. Nou, nee, zeker. Ik merk dat als het over dit soort zaken gaat, de staatssecretaris en minister altijd heel terughoudend zijn. Zaken onder de rechter, zaken die uitgezocht worden. Zaken waarbij we hebben natuurlijk gezien dat ING en ABN AMRO allebei nog hogere boetes dan 150 miljoen hebben betaald. Hè. We hebben 450, 500 en 750 voor witwassen, faciliteren, et cetera. Daar wordt het altijd een beetje verwezen naar. Nou, daar ga ik als minister niet helemaal over. Het OM heeft die deal gemaakt zonder dat ze dan schuld hebben bekend vaak. Hè. Dus in die zin is er nooit strafrechtelijk vervolg. Nu zien we toch dat in het geval van de oud-bestuurder er wel een strafrechtelijk vervolg waarschijnlijk komt. Althans, dat is een beetje het idee. Over wie heb je het nu? Ik heb het over Hamers. Ja, Hamers. Ja, Hamers, ja. Wordt alsnog vervolgd. Nou, wij met een aantal oppositiepartijen zeiden toen bijvoorbeeld over zo'n deal. Ze zeiden, ja, maar het kan niet zo zijn dat een partij 750 miljoen euro boete krijgt en vervolgens er strafrechtelijk niets gedaan wordt. Dat is raar. Het is ook raar naar het belastingmoraal. Het is raar naar dat je in de samenleving, dat je gewoon mee wegkomt. Dat je hele grote. Het is ook raar, of dat moet in ieder geval goed uitgelegd worden. Dus het is vrij complex om de Hamers hierbij te halen. Maar ik denk in ieder geval dat het interessant is natuurlijk om de ABN AMRO-directie natuurlijk hier. Ja, want Hamers was de directeur van ING. Ja. Maar jij zegt de directie van ABN AMRO. Die hangen nog aan een haakje. Dus Chris Vogelsang, ik noem ze nog maar even bij naam. Miro Vogel. Wijn, ja. En natuurlijk Gerrit Zalm. Ik noemde hun namen natuurlijk ook in het begin even toen ze nog politiek de baas waren als minister. Wat ik daar niet mee wil suggereren, dat ze het willens en wetens niet hebben gedaan. Wat ik denk dat ze kennis hebben van het gehad van het dossier. En dan denken, ah ja, het zal allemaal wel meevallen. Het gaat eigenlijk om de urgentie, de ernst van op het moment dat je bestuurder bent van wat gebeurt hier. En dat is iets wat ik veel vaker zie bij grote ondernemingen en grote banken. Is dat, ja, het zal wel meevallen. En we moeten vooral denken aan hoe we wel geld verdienen. Enzovoort. Nu wil ik heel even naar Jan, denk jij ook dat bij de Belastingdiensten werd gedacht, nou ja, het zal me allemaal wel meevallen? Want zij hebben dit jarenlang niet eens in de gaten gehad dat dit gebeurde. Nou, je kan natuurlijk als Belastingdienst niet elke transactie gaan controleren. Dus je kan niet elk verzoek om teruggave van dividendbelasting aan een onderzoek onderwerpen. Dus de Belastingdienst die werkt met risicogericht toezicht. Als je kijkt naar de WOP-stukken van Follow the Money, die ik heb doorgenomen, daar zitten ook stukken van de Fiat in. En ja, dat leest toch een beetje als een thriller. Want daar gaat de Fiat, die verdenkt dan bepaalde marktpartijen, marketmakers, dat ze aan dividendstrippen doen. En dan gaan ze die afluisteren. Dat staat allemaal in die WOP. En dan zie je dat er prijsafspraken gemaakt worden over het fiscale voordeel dat gedeeld wordt. Wacht even, tussen wie en wie dan? Eén partij die kan dividendbelasting verrekenen, dat is een binnenlandse partij. Ja, precies. Ook tussen de handelaren. Ja. Ja, en er is een buitenlandse partij die heeft aandelen in Shell, maar die krijgt er enorm dividend op, waar die niet kan verrekenen. Ja. Dan is er een broker en marketmaker die partijen bij elkaar brengen en zelf ook nog iets van een commissie wil
ja. opsteken. Dus nou, dat is even terug naar jouw vader en zoon. Daar zit dan ook nog iemand tussen. Ja, ja, dat ja. komt maar niet in de familiesfeer, maar wel in de professionele ja. sfeer. Oké. Okay. Ja. Nou, het een hoeft het allemaal niet uit te sluiten. Maar hier kwam de Belastingdienst dus wel achter dat dit gebeurde. Ja. Maar nog konden ze dat heel moeilijk vastpinnen. Dat klopt, ja. En dan gaat het om bewijs. En dan hebben ze nu er eentje gepakt via afluisteren. Maar dat vergt een enorme capaciteit, kan ik me zo voorstellen. Ja, nou, dus daar weet de andere Jan meer van. Vertel eens, wat vergt dat allemaal, dat afluisteren? Nou, dat vergt al eerst dat je daar toestemming voor moet hebben. Ja, dat dacht ik ook. Nee, dat vergt enorm veel opsporingscapaciteit. Want je moet natuurlijk continu 24 uur per dag moet je daarmee bezig. Je moet het een verbaal van maken van je bevindingen. Dus het kost helemaal veel capaciteit. En vroeger werd dat, denk ik, relatief veel vaker toegepast dan tegenwoordig. Dus het wordt nu veel gerichter gebruikt. Dus dat, heb jij vroeger echt dagenlang naar onzin zitten luisteren? Nou, ik zelf niet, maar anderen wel. Dus het is ook altijd belangrijk dat je de mensen daar instrueert waar ze naar luisteren. Ik heb natuurlijk in het onderzoek, toen ik begon bij het eerste onderzoek bij Klaas Bruinsma, in een geheim team was dat, dat onderzoek deed. Toen kwam ik daar als field-rechercheur en toen werkten er 60 mensen bij de politie. En 40 daarvan waren de telefoons het afluisteren. En die andere 20 waren aan het observeren. Die reden achter die criminelen aan. Maar niemand was met het financiële bezig. Nou, de hele dag is het al een stuk beter. Maar nog lang niet goed genoeg. En ze gaan nog steeds eigenlijk, hè, want we zeggen voor de kilo's en niet voor de kerels. Maar ja, dat is voor ook begrijpelijk. Voor de kilo's begrijp ik even niet. Voor de kilo's? Nou ja, dat ze meer gefocust zijn op het als ze huiszoeking gaan doen om het simpel te pakken. Ja. Dan zouden ze eerder een plak drugs meenemen dan het kasboek. Oh ja, oké. Okay. Nou, de Fiat, wij zijn geïnteresseerd in geldstromen, niet zozeer in die drugs. We denken steeds follow the money. Hè? Het is meer, dus wij willen die geldstromen in kaart brengen. En daarom, en het zou ook wel goed zijn in dit opzicht, want als ik nou even kijk naar nog een keer naar die Rijksbegroting. En als opbrengst van de dividendbelasting, er staat er nu ongeveer 4 miljard. Maar volgens mij is dat is ook al een bruto bedrag. Is een bruto bedrag. Dus wat je eerst zou willen is inzicht hebben in de tijd. Want als die 4 miljard, als dat het saldo is, dat er bij wijze van spreken 100 miljard is binnengekomen aan dividendbelasting. En er is 96 miljard uitbetaald, mogelijk ten onrechte, dat weten we niet. Daar hou je 4 miljard over. Dus ik zou dan liever willen weten over de afgelopen 5 jaar, wat zijn de inkomsten geweest en wat zijn de teruggaven en zit daar een trend in. Maar hier haal ik het niet uit. Ik bedoel, ik heb vroeger ook heel 6 jaar bij de omzetbelasting gewerkt. En dan zit je eigenlijk met hetzelfde probleem voor een deel. Er worden negatieve aangifte omzetbelasting ingediend. Dat wil zeggen dat iemand geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Daar weten we het ook niet van, hoe groot die fraude mogelijk is. En het rare is, het blijkt dus dat dat niet wordt bijgehouden, maar dat dat alleen maar geschat wordt. Dus men weet op het ministerie van Financiën de netto belasting. Die weet niet de nette opbrengst van de dividendbelasting. En wij denken dus dat dat een percentage is van 44% tot 50% van de bruto opbrengst. Maar dat is natte vingerwerk gebleken. Dat is op basis van enkele ervaringscijfers. En dan gaan ze dat doortrekken naar andere jaren. Maar dat wordt dus niet structureel berekend. Ja, over het algemeen is de overheid een slechte boekhouder. Maar op dit punt zou je dan toch zeker moeten zeggen, dan moeten we daar eerst inzicht in krijgen. Laten we dan beginnen met goed registreren. Ja, maar dan moet je het, als urgent kwalificeren, zei Erik ook. Je moet het belangrijk vinden. Je moet er dan ook expertise op ontwikkelen. En dan moet je een aanpak op organiseren. Want, want kennelijk is het zo verdeeld door die hele inkomstenstroom dat er zo'n monnikenwerk om dat bij te gaan houden. Ja. Als je niet van tevoren op die manier dat organiseert. Dus, maar ik hoor jou zeggen, Jan, van nou, ik heb nog wel wat intelligente vragen. Die zijn welkom bij mij. Ik ben altijd dol op schriftelijke vragen. En meestal nemen ze daar 6 weken de tijd voor en soms iets langer. Want wat ik vind het wel heel belangrijk. Maar bedoel jij nu, je wordt graag gevoed door kennis? Ja, zeker. Ik heb een aantal dossiers waar ik met heel veel partijen ook overleg en voordat over we begonnen was je met Jan ook al een dealtje aan het sluiten. Jan die zei, het Kamerwerk bestaat uit mondelinge vragen, schriftelijke vragen, debatten, amendementen, moties, maar soms ook een initiatiefnota. Nee, dit is juist positief, want dat is dan zit je niet dubbel werk te doen. Want hij heeft hier een heel, wat heb je hier nou liggen, een wetsvoorstel? Ja. Als wetenschapper vind ik het natuurlijk ook leuk om aan oplossingen te werken. Dus ik heb, soms zit ik te knutselen aan een wetsvoorstel. En ik heb een publicatie in voorbereiding waar ik uit de doeken doe hoe je het strippen van dividend veel effectiever kan
voorkomen. En dat heb ik zojuist even besproken met jou. Dat klopt. Ja, terecht. Omdat, kijk, het bestrijden is kennelijk, dat is toch echt een paard achter de wagen spannen. Zeker in de bewijslast zoals die nu is georganiseerd. Maar jij zegt nu, die 27 miljard moeten we vergeten? Nee, dat zeg ik zeker niet. Nee, ik zal de laatste zijn. Ik vind dat we er heel veel inspanning op moeten leveren. En volgens mij gebeurt dat nu ook steeds meer. En ook in internationaal verband. Okay. Dus ik vind dat we ook internationaal moeten samenwerken. Maar daar kan Erik meer over vertellen. Maar ik vind ook dat we, kijk, als we het op deze manier blijven doen, dan blijft dat heel veel capaciteit wegtrekken met een enorme bewijslast die er is. En dat moet gewoon anders. En ik denk dat Jan daar heel intelligent over nagedacht heeft. En dat hij daar voorstellen voor heeft. Klopt. Ja, nou kijk, dat is ook wel goed om dat even hier aan te merken. Is dat de Belastingdienst dit ook wel echt heel erg graag wil oplossen. En dat er enorm het aantal mensen hoe daar weet bij jij de dat? Belastingdienst zich enorm inspannen om dit ook aan te pakken. Maar is even serieus, hebben ze dat laten weten of, nou, of denk je dat? Dat kun je afleiden uit een aantal zaken. Er is één zaak die nu dus inmiddels tot het, waarvan het OM heeft gedacht inmiddels dat er hier mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Dat gaat om een enorme koemkoemzaak, dividendstripzaak, waarbij de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley is betrokken. En ook weer ABN AMRO. Via die roemruchte afdeling die ooit dus door Frank Vogel werd geleid. GSLA, Global Securities Lending and Arbitrage. En die zaak die is in 2010 is die ontdekt. En die loopt nog steeds. De Hoge Raad moet daar nog een uitspraak over doen. Dus dat is 11 jaar ruim. Bijna 12 jaar zijn ze er al mee bezig. Dus dat geeft aan dat die inspanning enorm is. En wat ook heel goed uit de jurisprudentie op te maken valt, is dat hoe zwaar die bewijslast is die bij de Belastingdienst ligt. Ja, dus ze moeten een hele steile berg oplopen om zo'n zaak rond te kunnen krijgen. Nou, dat geeft aan dus dat er veranderingen moeten plaatsvinden op wettelijk niveau om dit op een goede manier aan te kunnen pakken. Zowel de bestrijding als eigenlijk het voorkomen ervan. Ja, ja, dus ik denk dat het heel goed zou kunnen dat de Belastingdienst eigenlijk denkt: wetgever, help ons nou. Ministerie van Financiën, help ons nou. Maak de wet sterker. Maar dat vaak dan tegen de Belastingdienst wordt gezegd: nee, ga je eerst maar eens een testcase zeg maar, uitproberen. En als je die verliest, of als het helemaal dramatisch is, dan kunnen we kijken of we de wet aanpassen. Dus die zaak van Morgan & Stanley is eigenlijk ook een soort proefprocedure die eindelijk nou eens een keer uitgeprocedeerd wordt. Hoe sterk of hoe slap die wetgeving is. Ja, lekkere tijd is er overheen gegaan. Zo'n beetje 12 jaar zo meteen. Ja. Reken maar uit, 1,3 miljard per jaar. Ja. Tel uit je winst. Wat we al kunnen besparen als we meteen wat sneller hadden ingegrepen op dat punt. Ja. Nou ja, goed, maar je ziet ook in dit soort dossiers zie je ook dat dit natuurlijk partijen zijn die over heel veel geld beschikken. Die pakken de duurste bureaus. Ellen Overy als advocatenkantoor die weer met een stuk komt, die weer vaststelt dat het niet illegaal is. De lobby is ook ernstig sterk. Het is, ja. Als je daar al zeker, ik heb een tijd voor die overheid gewerkt. Je moet dan ook wel een beetje een case hebben, wil je hem naar de rechter gaan brengen. Hè? Dus je als er een behoorlijke kans dat je het verliest, dan zijn ze vaak wat terughoudend. Dus dit zijn natuurlijk nogmaals, dit zijn gewoon hele, hele sterke partijen met hele dure advocaten die elk gaatje uitzoeken. Daar worden ze ook voor betaald. Er zijn mensen, de hele hordes mensen, die worden voor opgeleid om zoveel mogelijk belasting te ontwijken, om bedrijven daarbij te helpen. Ja, dit is ontduiken. Hè? En het interessante is dat ik al opsporing, want je had het over het afluisteren van telefoongesprekken. Toen die zaak die ik toen 2006 beschreef, die Comex-zaak bij Fortis. Toen had ik bronnen die mij vertelden al dat er gebruik werd gemaakt van mobiele telefoons om die afspraken te kunnen maken onderling. Zoals misschien een aantal mensen in deze zaal nog allemaal niet weten, maar is dat die vaste lijnen binnen banken die worden continu natuurlijk opgenomen, die moeten natuurlijk ook traceerbaar zijn, die gesprekken. Op het moment dat je gebruik maakt van telefoontjes met kaartjes, dan is er iets anders aan de hand. En dat gebeurde rondom die transacties. Dat is natuurlijk een hele rode vlag. Want dan weet je natuurlijk dat de boel dat er iets aan gaande is, wat het daglicht niet kan velen. Ja, dat is natuurlijk opsporing ook, waarmee dat soort praktijken kunt aantonen. Heren, we gaan zo nog verder met de zaal. Allerlei vragen komen op jullie af. Tot slot even voor deze uitzending. Ik heb hier de stelling, hoe ingewikkeld het ook allemaal is. De Ver van ons bedshow is nu in ieder geval voorbij. Want het is nu echt naar Nederland gekomen. Eens, zonder meer. Ik denk dat dit dossier de komende jaren niet meer weggaat.
En dat gaat Farid ook regelen? Nou, dat is wat veel gevraagd. Maar ik zal mij inspannen om te kijken hoe we natuurlijk ook in de Kamer... met de ronde tafel, wat we regelmatig doen... waarbij we Jan en andere deskundigen kunnen uitnodigen. Mensen die ons kunnen helpen om meer kennis op te doen... zodat we die aanpak ook kunnen organiseren. Maar dit is... Jij zei zelfs van tevoren tegen mij, misschien toen je hoorde dat Jan van een kenniscentrum heeft, moeten we niet een kenniscentrum Comex oprichten? Nou, terecht. Ik had het met Jan, ik noemde toen een andere kenniscentrum vastgoed bij jou. Nou, die kende Jan ook. Tom Berghout houdt zich bezig met bijvoorbeeld vastgoedtransacties, et cetera. Er zijn dus verschillende kennisgebieden waarbij er wel gekeken wordt hoe je zeg maar door het uitzoomen zie je de patronen. Zie je hoe dat gebeurt. En dan kun je het ook veel meer in samenhang kun je het bekijken. En ook op grotere schaal. Okay, dus dat moet ook gebeuren. Ja, en mensen kunnen zich dus melden. Mensen met kennis kunnen zich melden. Ik ben even aan het afronden. De Ver van ons bedshow is voorbij. Ja, zeker. En ik hoop dan ook dat het ook bij de Fiat... toen ik begon bij de Fiat waren ongeveer 30 mensen... en nu zijn er ongeveer 1400... dat deze vorm van fraude ook een hogere prioriteit krijgt. Want dat verdient het zeker. En dat ze daarbij ook gewoon goed gebruik maken... van meer publiek-private samenwerking. Want dat zie je in heel veel andere landen al gebeuren... maar in Nederland is dat nog niet echt van de grond gekomen. En ja, dit soort partijen kan je echt goed gebruiken bij opsporingsonderzoek. Oké, nou, dit was prachtig binnen de tijd. Hartelijk dank voor nu. Dank voor het kijken. Wij gaan hier nog even verder. Denkt u nou, ja, dat is toch wel heel erg goed, hè, dat follow the money. Nou, dan kan je jij lid worden. Want dit onderzoek wordt betaald door leden. Niet door adverteerders, niet door andere types, niet door vogels. Maar door leden. Dus word vooral lid. Dag. Oké, en wij kunnen verder hier in de zaal. Zo. Mag ik nog mijn het rondje stopte bij Nee, dat was te gevaarlijk. Ik ken jou. Nee. Ik had nog maar 20 seconden, dus dat kon niet. Nee, maar ik wil het nu toch even zeggen. Gaat het onderwerp stoppen? De sfeer van je bedshow is voorbij, of niet? Nee, en ik wil toch ook iets zeggen over het kabinet. Toch eigenlijk ook wel in positieve zin. Het is jammer dat ik dat niet kon vertellen, maar... constructieve laten we dan aan anderen maar over. Maar het punt is namelijk natuurlijk wel dat de staatssecretaris Hans Velbrief, maar ook de minister al heeft aangegeven dat ze echt willen dat het plan om dividendstrippen aan te pakken, dat staat serieus op de kaart. De Prinsjesdag is het ook genoemd. Velbrief die vorige week, anderhalve week geleden, nog in Washington was voor de G20... En daar ook als een soort van apostel aankwam, natuurlijk uit een zeer verdachte hoek, namelijk het paradijs Nederland, om daar te zeggen, we gaan er een einde aan maken aan al die regelingen. En dat werd natuurlijk niet met hoongelach, maar toch wel met enige hoofdfronsen natuurlijk aangehoord. Maar ik moet echt zeggen, er liggen serieuze plannen. En zeker. Ik heb erg de indruk dat... En ik moet zeggen, dat denk ik dat we daar ook wel, als je ziet waar het vandaan komt, dat we daar ook met dit onderzoek, dankzij de Comex Files, een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Dus dat is wel echt wel positief. Oké, mooi, dankjewel. Ja, dit hadden we eigenlijk dan... Dit wordt ook gefilmd trouwens, dus dat kunnen we er misschien nog achteraan plakken. Vraag in de zaal. Er zijn twee mensen die rondlopen met een microfoon. En zullen we het zo afspreken dat we inderdaad ook ons richten op vragen en niet op betogen? Even een kleine sideline. Floor? Daarvoor, ja? Of daarachter eigenlijk? Wanneer gaan we het nieuwe wetsvoorstel horen? Ik ben heel benieuwd wat het gaat inhouden. Wacht even, eerst wil je weten wat het gaat inhouden? Of? Ik ben heel erg benieuwd naar de inhoud, maar ik kan me voorstellen dat het nu niet wordt gezegd. Dus ik ben benieuwd wanneer het dan gepubliceerd gaat worden, het nieuwe wetsvoorstel. Of dat ergens in de Tweede Kamer dan wordt gezegd. Heel even voor de goede orde. Ik ben een wetenschapper, ik dien geen wetsvoorstellen in. Maar ik heb een publicatie in voorbereiding waar ik aan de wetgever een suggestie doe. Aan de Tweede Kamer of aan het ministerie van Financiën een suggestie om dit heffingslek, dividendstrippen, te dichten. Een concept is in voorbereiding. Misschien dat ik het ook mag publiceren op Follow the Money. Ik heb het aan Erik gevraagd, een samenvatting. Ik durf eigenlijk geen deadline te zeggen, maar ik hoop nog echt dit jaar.
Okay. En de meneer Van Denk misschien? Ja. Ja, en ik vermoed dat dat bij een aantal collega's in de Kamer wel in vruchtbare grond zal vallen. Dat voorstel, dat opiniestuk wat als basis kan dienen. Er is natuurlijk best wel vaak een samenwerking tussen Kamerleden en mensen die zich via de wetenschap enorm druk maken om misstanden, om zaken die niet goed geregeld zijn. Dus ik kan in ieder geval beloven dat we daar naar gaan kijken. En wellicht met een aantal collega's kunnen gaan indienen, zeker. Ja, het bijzondere is natuurlijk dat een aantal landen er gewoon ook al in geslaagd zijn eigenlijk ook al om het een goed deel het dividendstrippen te dichten. Waaronder de Verenigde Staten sinds 2008 en Zwitserland. Dus het kan. Hè. De precieze, laten we zeggen, de techniek van zeg maar, die oplossing, die heb ik nog niet helemaal doorgrond. Maar daar gaat Jan ongetwijfeld nog iets in de komende tijd over zeggen. Alles op Jan. Jan maar, die mag alles gaan lezen. Het is mogelijk. En tegelijkertijd is dat ook verbazingwekkend. Dus, want het kan dus eigenlijk al sinds 2008. Het is nog niet zo dat het vijandige naties zijn of zo. Hè? Verenigde Staten of de Zwitserland. We kunnen daar op bezoek. En vraag, hoe doen jullie dat nou? En kennelijk gebeurt dat dus niet. Nee, dat is een interessante vergelijking. Omdat in de argumentatie voor de afschaffing van dividendbelasting werd gezegd van ja, maar dat is slecht voor bedrijven die met name grote internationale organisaties hebben, zoals wij een aantal hebben. Alleen in Zwitserland hebben ze er nog veel meer. En daar is dividendbelasting nog hoger. He, dus dat ging helemaal niet op. En is die achterdeur dichtgegooid? En is die achterdeur ook nog eens dichtgegooid? En dat helpt zeker als inspiratie. Maar het helpt ook dat echt in Europees verband, hè, zoals ATAD ook ingevoerd is, om te kijken hoe je dat soort maar systematieken. Maar hoezo, welke achterdeur is nou, die dividendstrip achterdeur. Ja. He, want je kunt eigenlijk wel nagaan. Dus die boze aandeelhouders en zeg maar ook de boze voorzitters van raden van bestuur van grote corporates in Nederland zeggen ja, mijn aandeelhouders die zoveel in het buitenland zitten, die worden benadeeld. Die hebben natuurlijk al decennia lang de achterdeur ontdekt, weten we. He, en die achterdeur die willen we dicht doen. Dat is in Zwitserland de facto gebeurd. En daar gaat het om. Dus die worden eigenlijk helemaal, die zijn helemaal niet zo erg benadeeld. Die hebben zichzelf ergens weer te goed gedaan aan de trucs, of door middel van trucs. Ja. En wat ik ook zou willen betogen is dat het is natuurlijk niet een typisch Nederlands probleem, zoals al gezegd. Het is natuurlijk veel breder in de wereld. En wat ik altijd fijn zou vinden is dat wij niet altijd opnieuw proberen het wiel uit te vinden. Als er ergens in de wereld, en dat laat ik graag aan Jan over, als er al een goede aanpak is, zowel op het preventieve als het repressieve, dan moeten we daarvan leren. En dat kan alleen door een soort vergelijkend onderzoek te gaan doen. Door te kijken van, oké, hoe hebben ze dat in andere landen opgelost? Laten we daar nou het beste van uitpakken. En laten we alsjeblieft niet al die tijd spenderen om zelf weer het wiel uit te doen. Gebeurt dat wel eens dat er gewoon een wet uit een of ander land integraal wordt overgenomen, dat die gewoon hartstikke goed is? Zeker gebeurt dat wel eens. Hè. Ik heb dat zelf wel eens overwogen met een wet waarbij mensen die een bankrekening hebben geen negatieve rente betaald krijgen. In België is dat zo, als ik dat goed heb. Kijk even naar Jan, die knikt, dan klopt het. Voor mij was dat altijd 0,11%. Nee, in ieder geval is het wettelijk bepaald dat in België je niet een negatieve rente op je... En ik dacht, toen zei de staatssecretaris-minister, zei van, ja, dat gaan we in Nederland echt niet doen, ik ga daarop sturen. Maar goed, ik wilde dat gewoon wel bevestigd hebben dat het niet gaat gebeuren. Nou, toen heb ik heel goed naar die wet gekeken. Wij doen dat regelmatig. Kijken hoe dat in een ander land is opgelost. Ja. Zeker als dat landen zijn met, nou in ieder geval dichtbij en een beetje dezelfde infrastructuur. Want we zien natuurlijk wel, hè, Duitsland, Denemarken, Nederland, Frankrijk. Het zijn natuurlijk allemaal landen die gemeen hebben dat daar goede infrastructuren zitten. Internationale organisaties, buitenlandse aandeelhouders, dividendbelasting. Dus daar zit. En dan zou je idealiter dat nog eigenlijk in Europees verband moeten doen. In plaats van dat die landen zichzelf kapot concurreren met een race naar de bottom. Ja. Ja. Daar was ook een vraag. En dan daar wil Velbrief dus wel tegen doen. Tegen die race naar de bodem. Ja, het klopt dat hij daar echt iets aan wil doen. En dat stemt eindelijk gelukkig. Of nou nog doen. Ja, kan niet. Hey, mijn vraag was van wie zijn die boeven die van dit alles profiteren? Hè, dat zijn de aandeelhouders van Shell. En wie zijn dat? Zitten die in de Cayman-eilanden? Of zijn dat de pensioenfondsen in Californië? Nee, dat zijn niet de pensioenfondsen. En daar zit dan weer die vader en die zoon van Jan achter. Nee, dat zijn niet de pensioenfondsen, want die hebben met het handelsverdrag met Nederland of belastingverdrag met Nederland hebben recht op aftrek. Dus die worden niet benadeeld. Zijn de meeste aandelen in bezit juist van beleggingsfondsen. Denk maar bijvoorbeeld aan BlackRock of aan Vanguard. Maar er zijn natuurlijk talloze grote beleggingsfondsen of hedge funds die Nederlandse aandelen hebben. Dus die moeten eigenlijk die belasting opbrengen.
En dat zijn natuurlijk met name de partijen die motief hebben om die belasting ook te arbitreren. Maar oftewel, pensioenfondsen hebben dit ook gedaan? Nee, ik heb een donderdag vorige week heb ik een zaak beschreven waar juist pensioenfondsen juist worden opgericht met het doel om onze fiscus te foppen. Juist vanwege dat belastingverdrag. Er zijn honderden, de Deense fiscus is met honderden pensioenfondsen, kleine pensioenfondsjes, benadeeld. Die werden opgericht specifiek met het doel om even tijdelijk aandelen in te hangen. Vervolgens daar het recht tussen aanhalingstekens natuurlijk, te verwerven om die belasting te claimen. Maar de mensen die nu in de zaal zitten denken, zou mijn pensioenfonds dat ook doen? Zijn er in Nederland ook pensioenfondsen die zich hier schuldig aan hebben gemaakt? Nou, dat zou dan... Nederlandse pensioenfondsen betalen ook geen dividendbelasting. En dat doen zij sowieso niet. En, ze betalen het wel, maar ze krijgen het weer terug. Die hebben ook met belastingverdragen met andere landen. Dus die worden niet aangeslagen op dividendbelasting. Misschien mag ik iets aanvullen. Pensioenfondsen zijn natuurlijk vrijgesteld van belastingen in Nederland. En vaak vragen mensen waarom. Ze hoeven geen dividendbelasting te betalen, geen vennootschapsbelasting. Maar dat is om die pensioenpot zo groot mogelijk te houden. En we gaan pas belasting heffen op het moment dat die pensioenen worden uitgekeerd. Dus daarom zijn Nederlandse... Oh, ze hoeven helemaal... Wat ik zei klopt dus niet. Nee, want ze moeten eerst betalen en dan krijgen ze terug. Ze zijn vrijgesteld. Dat is eigenlijk lood om oud ijs. Maar iedereen in Nederland, als je hier een aandeel hebt, dan ben je vrijgesteld. Nee, niet vrijgesteld. Dan krijg je dividendbelasting terug. Ja, dat klopt. Ja. En een pensioenfonds die kan het terugkrijgen. Of het kan al zonder dividendbelasting aan het pensioenfonds worden uitgekeerd. We hebben twee varianten. En dat geldt dus ook voor buitenlandse pensioenfondsen, omdat we die gelijk willen behandelen met Nederlandse pensioenfondsen. En het zou heel goed kunnen zijn... Zijn ze dus in Denemarken zo slim geweest, sluw, om daar specifiek fondsen voor op te richten? Dan zijn er van die figuren zoals jij hebt beschreven... Ook in Nederland is dat gebeurd. Ik heb een Nederlandse zaak laten zien. Dat je een privé of een klein pensioenfondsje opricht. Want als die dan een dividend ontvangt, die is vrijgesteld, hè? Of die hoeft het niet te delen, of die krijgt het terug. En ik kan me voorstellen dat in het verleden ook Nederlandse pensioenfondsen eigenlijk zijn gebruikt door de markt om te strippen. Dus het was heel aantrekkelijk om een pensioenfonds bij aandelentransacties te betrekken. Omdat die dan de dividendbelasting konden terugkrijgen. Terwijl ze eigenlijk daarna de aandelen weer teruggaven aan de echte aandeelhouders. Het zou heel goed gebeurd kunnen zijn. Ik zou het niet bij voorbaat willen uitsluiten. Nee. Oké. Heeft u voldoende antwoord op uw vragen? Ja, dat is... Dat is ja? Wat opvalt is... Maar er is nog een microfoon daar, toch? Wat wel opvalt is dat er eigenlijk heel veel partijen zijn, heel veel aandeelhouders die geen dividendbelasting hoeven te betalen of kunnen verrekenen. Europees is een ander voorbeeld, Europese aandeelhouders. Dus dan blijven er nog maar een kleine groep over die uiteindelijk alles moet betalen. 90% van de aandelen is in bezit van buitenlandse aandeelhouders. Dus dat is best een grote club. En dat wordt al inderdaad gezien als een grote onrecht, wordt dat zo beschreven door met name de CEO's van corporates. Omdat dat dan in vergelijking met de Nederlandse aandeelhouder, dat uit het lood staat. Omdat de Nederlandse aandeelhouder wel het recht op verrekening heeft. Dat zou dan volgens het Europese recht, ik weet niet, Jan, maar volgens mij heeft dat nog nooit tot een zaak geleid die tot iets heeft geleid. Maar daar wordt al jaren over gespeculeerd. Onrechtvaardig is. Dat klopt. Want u zegt dat Europese aandeelhouders geen dividendbelasting hoeven te betalen. Maar ja, dat is natuurlijk... Maar zij kunnen terugkrijgen tot het bedrag wat zij hadden moeten betalen in box 3 als ze in Nederland hadden gewoond. Dus box 3 is zo'n belasting van 1,% of de waarde van je aandelen. En een buitenlandse aandeelhouder heeft recht op teruggave van de Nederlandse dividendbelasting tot 1,2% van de waarde van de aandelen. Maar heel veel Europese aandeelhouders maken geen gebruik van dat teruggaafrecht. Dat is natuurlijk heel lastig administratief. Moet je verzoek indienen bij de Belastingdienst in Heerlen. Nou, daar ben je maanden verder. Hè? Dus, dat weten ze in het buitenland ook inmiddels. Ja. Het gaat om 1,2%. Dus dat kan ook veel zijn, maar... Relatief niet. Daar is een vraag. Ja, vraag Erik. Die
de constructies die bedacht zijn, juridische constructies, om dat economisch eigendom te houden, maar juridisch te verleggen, die klinken misschien makkelijk, maar dat is allemaal toch wel een gedoetje. Toen die dingen zeg maar echt geprofessionaliseerd waren, zijn jouw gevallen bekend waarbij de boefjes noemen, zeiden, joh, als ik kan faken dat ik één keer dividendbelasting terug kan krijgen, dan kan ik wel faken dat die aandelen bij meerdere partijen zaten. Kortom, ik kan het vaker terugkrijgen. Ja. Dus dan is de fraude niet zeg maar 15%, maar 2 keer of 3 keer of 4 keer. Is dat, weet je dat, daar dat wat klopt, van? Dat klopt, ja. Nou, je zou het goed doen in die wereld. Als ik het, ja. Dat is precies wat die meneer Sanjay Shah heeft bedacht namelijk. Dat noem je dan de loop, de Cum-Ex loop. Die heeft wel, ik geloof, tot 10 keer toe zeg maar over hetzelfde aandeel dividendbelasting teruggevorderd en daarmee de Deense fiscus getild. Wat evident natuurlijk niet in de haak is, maar hij vindt dat nog steeds rechtmatig. Ja, dus dat is ook het interessante eraan, hoor, want er zijn natuurlijk tal van ontwikkelingen gaande geweest. Innovaties worden dat alweer vaak genoemd op dat gebied. Dus het begon met die hele simpele constructies. En daar zijn op een gegeven moment wetgevers of de autoriteiten komen er een beetje achter hoe zoiets in elkaar zit. Proberen iets dicht te gooien. Hier en daar worden er wat wetjes tegenaan gegooid. In Duitsland is dat geprobeerd. Dan worden er weer andere constructies bedacht met pensioenfondsen. Dus continu wordt er eigenlijk een soort van loodgieterwerk verricht door de financiële sector om uiteindelijk methoden te bedenken om om die constructie winstgevend te kunnen voltooien. En de essentie is dus, en dat is natuurlijk ook, daar moet ook eigenlijk in die oplossing zitten, is dat je het incentive weghaalt. Dat met name is dat je dus ergens een pijpje aanlegt waardoor het teruggaven niet mogelijk meer wordt of belast wordt. Eigenlijk. Ja, dat klopt. Wat ik ook heel interessant vond aan uw vraag is of dat in Nederland kon. Of je nou meerdere keren de eenmaal betaalde dividendbelasting. Erik, ja, want ik was bij jullie op de redactie. Ik begreep van jou, of jij suggereerde dat in het verleden dat ook Cum-Ex in Nederland zou. Zwaar misschien wel heeft plaatsgevonden. Dat klopt. Dat is pas in 2007 hebben ze iets in de wetgeving gelegd, waardoor de record date, dat is een heel technisch, waardoor eigenlijk Cum-Ex in Nederland hebben ze eigenlijk precies de structuur hebben ze eigenlijk onmogelijk gemaakt. Waardoor het in Nederland Cum-Ex sinds begin 2007 niet meer mogelijk is. Dat hadden ze natuurlijk ook in Duitsland kunnen doen. Dan hadden de Nederlandse fiscus dat geheim. Met de kennis die ze hadden van het jaar ervoor, wetende dat Duitse fiscus genaaid werd, hadden ze natuurlijk ook even kunnen delen. Even, goh, God, doe jullie een plezier. Maar dit geeft aan dat het daarvoor dus in Nederland gebeurde. Nederland, en dat wijst ook dat onderzoek uit. Dat bleek ook dat ook Nederlandse aandelen, waaronder inderdaad die van Shell, ook hier in Nederland op die manier werden gearbitreerd. Ja, er is nu in Nederland maar één juridisch eigenaar mogelijk. En dat is degene die op de record date de aandelen houdt. En die zou ook het economisch eigendom moeten hebben. En dan heeft hij recht op teruggaan van dividendbelasting. Maar is dit die anti-dividendstripwet? Dan is die toch niet zo slap als je zei, toch? Dat is tegen de Cum-Ex. Okay. Ja. Tegen de Cum-Cum, dat is slappe boel. Oké. Ja, waar zag ik nou nog een hand? Hier. Ja. Kan meneer Koningsveld bevestigen dat er een correlatie lijkt te zijn tussen het via bezuinigen op de Belastingdienst langzamerhand ontmantelen van het mechanisme dat belastingen ook echt geïnd en geheven worden? Zo, dat is nogal wat. Wat ik in ieder geval kan bevestigen, wat ik hoor, is dat de controlecapaciteit van de Belastingdienst de laatste 10 jaar flink is afgenomen. In die tijd dat ik zelf nog controles deed, was het heel normaal. Althans, dat waren we aan dat eens in de 5 jaar ieder bedrijf gecontroleerd werd. Dus die controles die worden minder ingezet. Waardoor je natuurlijk eigenlijk ook iets krijgt van bedrijven dat ze minder. De pakkans wordt minder. We hebben het net gehad over een incentive. Ja, als je geen duidelijk signaal afgeeft, ook bij dit soort vorm van fraude, dat je gepakt kan worden, dus die pakkans, dat je dan vervolgd gaat worden, strafrechtelijk, en dat we ook het misdaadgeld afpakken. Als we die wegen niet bewandelen, ja, dan blijft dat voortbestaan. Dus die, wat die meneer zegt, die incentive eigenlijk bij die Belastingdienst,
Ja, die is er niet op dat gebied. Ik bedoel, we zien in de praktijk dat dit gewoon niet gebeurt. Het heeft ook te maken met prioriteiten. Nou, dat hebben we al vanavond gezegd dat dat niet zo aan de orde is. En ja, helaas moet je dan met de beperkte capaciteit keuzes maken. En dat is niet altijd het geval. Als aanvulling daarop, Jan. Als het gaat over boekenonderzoeken bij ondernemers. Ik heb daar wel eens met Pieter Omtzigt naar gekeken. Toen hebben we gekeken naar het aantal onderzoeken, aantal bedrijven. En dan was je één keer in de 212 jaar aan de beurt. Ja. Op dit moment. Terwijl dat inderdaad vroeger 5 tot 7 jaar was. Ja. En dat is maar goed. Dat is tegenwoordig risicogericht model. Dat is natuurlijk allemaal veranderd. Er doen natuurlijk relatief weinig boekenonderzoeken. Hè, maar het klopt inderdaad dat dat op dit moment heel anders is dan pakken bij 20 jaar geleden. Ja. Zeker. Zeker. Ja. Oké. Okay. Nog een vraag? Ja, hiervoor. Oh, ja. Daar ook. Het is natuurlijk een winstgevend onderdeel van de bank, de dividendstrippen. Is er nog een taak voor de Nederlandse bank of de autoriteit financiële markten in deze? Ja, wat moet de toezichthouder? Nou, ik wil even vaststellen dat de Nederlandse banken dit nu, dat in dat filmpje heb ik dat natuurlijk gezegd, omdat over dat tijdvak 20, 21 jaar gaat, dat Nederlandse banken daar natuurlijk actief bij betrokken zijn geweest. Dat is inmiddels niet meer het geval. De laatste bank die daarmee betrokken is geweest, actief heeft gedaan, dat is bij ons weten, en dat hebben we ook vast kunnen stellen, ABN AMRO geweest. Die hebben de laatste dividendstripper begin 2016 de deur uitgegooid. Daar leverden ze volop dienst aan, financierden ze die ook enzovoort. En dat zijn zeer lucratieve handeltjes. Maar, sorry, ik ben even nu al je vraag kwijt. De Nederlandse bank. Ja. Of wel, ja, toezichthouders. Ja, natuurlijk is het een kwestie. En dat hebben Nederlandse toezichthouders ook gedaan. En die hebben natuurlijk ook echt wel gewezen op de praktijken die plaats hadden. De AFM heeft daarop gewezen. De Nederlandse bank ook. Ook weer meneer Vogel is daarbij weer in beeld gekomen. Die overigens in talrijke procedures met de Nederlandse bank is verwikkeld. Die ook wel wint, ja. Weer nota bene. Ja. Opvallend genoeg. Omdat de Nederlandse bank steken laat vallen. Maar kijk, in essentie is dit natuurlijk een gedragskwestie. Gedragstoezicht wordt in Nederland gedaan, verricht door de AFM, Autoriteit Financiële Markten. En nou, die hadden dat wel even iets scherper kunnen doen, om het zo maar te zeggen. Die hebben daar niet echt een hele goede focus op gehad. En dat geldt eigenlijk voor alle toezichthouders in heel Europa mogen concluderen. De Nederlandse bank heeft prudentieel toezicht, maar daar zit ook eigenlijk wel een gedragselement in. Want op het moment een bank beschadigd raakt in vertrouwen door misdragingen, dan kan dat natuurlijk het aanzien van de bank zodanig schaden dat natuurlijk ook de bank in het probleem kan komen. Dus ook de Nederlandse bank heeft daar wel een rol in. Maar die zijn eigenlijk maar matig. Hebben ze die ter hand genomen, kan je zeggen. Nou, het is ter aanvulling daarop. Het is natuurlijk ook zo dat de toezichthouder DNB, die houdt toezicht op banken in Nederland, maar ook op trustkantoren. En die heeft natuurlijk sinds 2019 hebben ze een soort good practice uitgegeven, hoe die banken en trustkantoren omgaan met agressieve vormen van belastingontwijking. Want die medewerkers bij de banken, die op de compliance afdelingen, die men verwacht nu, en dat gaat nogal ver, dat zij ook vormen van agressieve tax planning gaan onderkennen. En daar in hun risicoanalyse iets mee doen. Nu weet ik het niet, maar het zou natuurlijk al mooi zijn als er in die good practice van DNB een voorbeeld van dividendstripping zou worden opgenomen. Maar waarom vind je dit te ver voeren, dat dit van ze wordt gevraagd? Nou, omdat ik vind, er is een hele discussie over belasting ontwijken en belasting ontduiken. Hè. Dus dat ontduiken is helder, klaar. Agressieve tax planning is nog steeds legaal. En het zijn vaak dermate gecompliceerde structuren die soms zelfs voor de rechter gebracht moeten worden om te beoordelen of het al dan niet ontduikt is. Dat ik denk dat je dat bijna niet kan vragen van iemand die op een compliance afdeling werkt bij een bank. Okay, dus ik denk dat de overheid daar een beetje te veel verwacht van de bankmedewerkers. Okay. Nog een vraag. Ik heb een opmerking en een vraag. En dat gaat over het lobbyisme in Nederland. Dan zien we in de politiek op dit moment ook vreemde verschuivingen van ministers die weggaan en voor een lobbyistengroep gaat werken. Maar ik vraag me af in jullie situatie, want kijk naar meneer Azarkan en meneer Smit. Hebben jullie last van lobbyisten die bij jullie komen en een soort tegenwerking ontwikkelen?
Nou, last niet. Ik moet er af en toe om lachen, eigenlijk. Word je wel eens benaderd door een lobbyist? Nou, ja, jawel, natuurlijk. Je wordt wel benaderd van, god, dat verhaal moet je toch maar eens anders zien. De communicatiesferen zit dat natuurlijk. Maar ik denk inmiddels dat vond het mooi dat ze weten dat ze dan toch wel snel aan een dichte deur staan. Dus dat, we hebben er geen last van, kan ik zeggen. Sterker nog, wij richten natuurlijk veel van onze journalistieke aandacht juist op dat lobbyisme. Dat is een vrij omvangrijk dossier hebben we daarvan inmiddels. Dus dat lobbyisme is echt een heel belangrijk aandachtspunt, inderdaad. Nee, maar het ging even over of je wordt benaderd. En hoeveel last heb jij van lobbyisten? Last, hè? Nou, ik kan er redelijk mee omgaan. Ze weten ongeveer waar ik sta als het om dit soort zaken gaat. Dus ze lopen bij mij niet de deur plat. Maar natuurlijk zijn er veel lobbyorganisaties, veelal aangevoerd door mensen die daarvoor in de politiek zaten, die natuurlijk de belangen dienen. Dat gebeurt zeker. Er zijn natuurlijk gevallen bekend waarbij ze soms letterlijk vragen hebben die door fracties worden ingediend. Of voorstellen die gewoon één op één worden overgenomen. We kennen de voorbeelden. Dus dat gebeurt. En daar loopt dit onderwerp volgens mij een groot risico. Weinig mensen begrijpen dit. Nou ja, dat maakt het natuurlijk ook wat ingewikkeld. Maar kijk, je ziet natuurlijk dat VNO-NCW is natuurlijk met name geïnteresseerd ook in het vestigingsklimaat. Ruimte voor de ondernemer, niet te moeilijk maken, et cetera. Je ziet wel dat er op dit moment, we hebben een paar debatten gehad over een aantal bewindslieden die heel snel, eigenlijk nog toen ze minister waren en aan gesprekken deelnamen in de ministerraad, toch nog nu overstapte als Stientje van Veldhoven en Cora van Nieuwenhuizen. Daarvan is nu gezegd van, ja, zouden we niet gewoon een afkoelperiode moeten hebben van 2 jaar voordat je daar nou in de bak gaat. Nou, toen hebben ze dat onderzocht. Dat bleek 44% bleek dus een rol te hebben. 44% van de oud-politici hebben in een of andere vorm een lobby. Dus het is ook, dan moet je ook niet klagen als ze wachtgeld gebruik maken, zou ik dan voor een deel zeggen. Maar je kunt wel een afkoelperiode organiseren. Maar is die nu geregeld? Nee, zeker niet. Nee, want, maar dat vind ik, kijk, dat raakt mij dan weer. Als in debatten met Rutte zegt Rutte, ja, maar we zaten binnen de grenzen van de wet. En dat zeggen de mensen die dus ook op die rand zitten, zeggen dat ook altijd. Dus Rutte zelf zegt van, ja, er staat nergens dat het zo niet mag. Alsof er geen morele grens is of zo. Ja. Maar die vindt het zelf maar prima. Ik wil toch ook iets nuanceren zeggen over lobbyisme. Want het is een spectrum van lichtgrijs naar heel donkergrijs naar richting het zwarte. En ik denk dat er ook wel echt lobbyisme is. Wat nuttig is, ook voor journalisten, omdat je gewoon informatie hoort van hele deskundige mensen die iets over de sector weten te vertellen, waar je echt wel wat aan hebt. He, dus het is daar ook gewoon om heel goed te kijken naar van wat nou echt integer lobbyisme is en wat nou echt gewoon puur erop gericht is om, zoals je vaak overigens ziet inderdaad uit de financiële sector, om bepaalde gewoon de eigen belangen vooral erdoor te drukken en dat ook in staat zijn door de kracht van dat lobbyisme en via de achterdeuren die ze hebben om dat ook gedaan te krijgen zoals we dat in 2001 hebben gezien. Hoe inderdaad de financiële sector die belastingwet om zeep hielp in feite. Maar wacht even, eens aanvullen. Kijk, ik had het over die tweede vorm. Kijk, de eerste vorm waarbij, kijk, als ik de voorzitter van de Nederlandse club die laaggeletterdheid wil oplossen en die komt en die zegt van, joh, kunnen we met elkaar iets doen? Kunnen we er alsjeblieft nog een klein potje voor maken? En dan vindt hij mij als een zijder. Ik vind dat een legitiem doel. En dus ik heb het over organisaties. Ja, maar ook, ook dingen in de financiële sector kunnen een legitieme doel hebben, hoor. Dat is zo. Dus voor mij zit daar wel onderscheid. Jan, jij wilde iets aanvullen en dan gaan we nog naar een vraag. Ja, nou ja, zeg maar specifiek op fiscaal terrein, op belastingwetgeving. Ja, daar wordt de lobby eigenlijk gedomineerd door het bedrijfsleven en belastingadviseurs. En het bedrijfsleven is natuurlijk VNO-NCW en MCHEM. Een hele mooie serie ook op Follow the Money over de fiscale lobby van MCHEM. De Kamer van Koophandel van Amerika. Ja. Journalist Daniel de Jong schrijft daar hele mooie series over. Kan ik iedereen aanraden. Nou, dat is echt ontredderend wat je daar leest. Er zijn wel andere spelers, zoals Somo en Text Justice. Hè, maar dat zijn toch een kleine speler. En eigenlijk is ook belastingwetgeving zo klein. Op een gegeven moment wordt kennis ook macht. Hè, dus als je heel veel verstand hebt van zaken, dan kun je ook eerder dingen voor elkaar krijgen. Omdat je weet waar je het over hebt. Heb je het nu over jezelf? Ja, maar ik heb geen commerciële of andere belangen. Nee, dat is waar. Hè, maar dus, heel veel hoogleraren wel. Ja, dat is weer een ander onderwerp. Maar we gaan bijna ook hier in de zaal weer afronden. Maar daar is nog daar is een vraag.
Een vraag voor mij. Het is natuurlijk een enorme industrie in de algemeenheid. Zeg maar de belastingoptimalisatie. Er zijn meerdere mensen mee bezig. Als je aangeeft lobbyorganisaties, advocatenkantoren. Elke dag mensen in grote bedrijven. In hoeverre vindt u de Cum-Ex een soort van voorbeeld van iets algemeens? Of eigenlijk een soort van uitwas van een bepaalde soort van klein regeltje dat toevallig uitgemolken werd? En wat voor een soort vuistregel zou je dan kunnen aanhouden, zeg maar, als waar de lijn eigenlijk ligt als je daarmee bezig bent op een dagelijkse basis? Maar op welke manier, welke vuistregel zou je kunnen aannemen als je bij de Adenovery werkt en zo memo opstelt? Op welk moment ga je dan een bepaalde lijn over? Deze is ook voor Jan, toch? Voor de tafel, in zijn algemeen. Maar Jan zou daar misschien mee kunnen beginnen. Ja. Zal ik heel kort beginnen? Dat ja. De rest ik het niet voor het maaiveld. Iedereen. Kijk, ik denk dat dividendstrippen het probleem is geknutsel op papier. En je moet er doorheen kijken. Substance over form. Dus ja, je moet een meer materiële uitleg krijgen van belastingwetten. Maar dat creëert ook meer onzekerheid. En mensen willen ook belastingplichtigen willen ook weten waar ze aan toe zijn. En papier is heel sterk in bewijs. Dus dit zie je bij alle fiscale constructies. Op papier klopt het. Maar als je er even doorheen prikt, denk je, ja, het klopt niet. En dat, helaas krijg je dat nooit weg. Dus ik heb daar, als daar een heel eenvoudig medicijn voor was geweest, dan had ik het al toegediend. Ja, dan had ik het al uitgevonden. Maar dat is, zeg maar, dus het is van geval tot geval betere wetgeving bedenken of bestrijden in de uitvoeringssfeer. Helaas, ik kan het niet mooier maken dan het is. Ja. Nou ja, ik denk dat dat toch wel iets valt te doen aan gewoon eigenlijk het moreel besef van mensen die bij advocatenkantoren werken. Die heel goed snappen dat dit natuurlijk ergens ten koste van gaat. Want dat is evident als je het complex van regels overziet en je weet het. Maar deze mensen vinden het natuurlijk hartstikke gaaf dat ze dit ook nog eens dat deurtje hebben gevonden. En zoals een hoogleraar dat ook omschreef in Groot-Brittannië. Een hoogleraar die daar ook een boek over geschreven heeft over Cum-Ex. Die zegt dat regeltje eigenlijk, dat loopholtje wat er gevonden is, wat natuurlijk in feite gewoon fraude is, is uitgemond tot een vreedfestijn van kolossale proporties over enkele decennia, waar de hele financiële sector aan mee heeft gedaan. En het is evident gewoon, je kunt het gewoon echt aan een kind uitleggen dat dit niet klopt. Dus dan zijn de mensen die in die advocatenkantoren zitten aangewezen op een morele kompas. En dat is iets wat, denk ik, ik moet vaststellen, toch naar denk ik 23 jaar journalistiek, dat kompas helaas niet al te goed gecalibreerd is bij in heel veel gevallen. Nee, dat is een ethiekvrije zone, zeggen we vaak. Hè? Zo. Je kunt jezelf de vraag stellen op het moment dat je ziet dat grote banken jaar in jaar uit 2, 3 miljard euro behoudens de dip verdienen elke keer. En je ziet, ik zag op een gegeven moment ook voorbij komen, ergens 2007, 2008, dat mensen wilden natuurlijk het liefst bij ABN AMRO in Londen werken, bij de zakenbanken. Daar accepteerden ze 3, 4, 5 ton als salaris. Maar ze wisten gewoon, er werd 1 miljard aan bonus uitgekeerd. Ja, dat zijn dingen waar je als normaal mens gewoon, daar kun je niks mee. Dat kan. Ik verbijsterend. Dat brengt mij op de allerlaatste vraag. Want die, die heb ik van de site van Follow the Money, van een lid. En die vraagt zich af, hebben de banken zich voor het karretje laten spannen of hebben zij de kar getrokken, en dan nog tussen haakjes, en de handel bewust in een dochter gestopt, zodat zij er tussenuit konden piepen als de beerput zou gaan stinken? Dat laatste scenario is een beetje op een toepassing inderdaad op ABN AMRO, maar ze hebben zich zeker niet voor het karretje laten spannen. Ze hebben het in heel veel gevallen echt zelf bedacht in alle vormen en in alle, zeg maar, innovaties waar we het eerder over hadden, die daar aan de grondslag liggen. Dus ze hebben het daarbij geholpen door fiscalisten, accountants ook in gevallen, en niet vergeten de beurshandelaren zelf. Ja, het is een heel groep van, en daarom wordt het ook wel georganiseerde witte borden criminaliteit genoemd in Duitsland. Ja, en als je daarbij... Nee, wacht even, Farid. Ja. Hoorde je niet wat een prachtige mooie eindzin dit was? Ja. Sorry, ik hoorde het. Ja, toch? Ja. Dit was prachtig. En dat komt goed uit, want we zijn alweer over het halve uur. Ontzettend bedankt, ook voor het beantwoorden van deze vragen. Heeft u nou die ene vraag waarvan u denkt, nee, ik wilde nog even... We gaan nu, tenminste, voor wie wil, naar beneden. Hoe laat is het? Ja, 9:30. De bar is nog open. Hoor mijn opluchting. En daar kunt u uw vraag stellen. Dus doe dat vooral. Hartelijk dank. Tot de volgende keer.